En we zijn live. Roel, leuk dat je er bent in de studio. Ja, superleuk om hier te zijn. Ja, eindelijk een keer een natuurkundige. Ja. Ja, de meeste mensen die hier zitten, die hebben iets met geschiedenis, antropologie, mythologie, religie, esoterie. Een beetje die hoek, meer de alfa kant, zou ik zeggen. Ja, heb ik ook. Maar nu eindelijk een keer een beta. Ja. Nou, leuk dat je er bent. Waarom heb ik jou nog gevraagd? Dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat natuurkunde vaak wordt gebruikt om aan te tonen dat het westerse wereldbeeld niet klopt of niet zou kloppen. Vooral de kwantummechanica, die wordt snel van stal gehaald. Pas en te onpas. Ja. En op zich hebben ze natuurlijk wel een punt. Hè? Want er zijn door de kwantummechanica, naar mijn gevoel, wat ik ervan weet, zijn er best wel wat aannames die we hadden sinds de verlichting, sinds de wetenschappelijke revolutie. Die zijn ook wel gesneuveld. Hè? Bijvoorbeeld dat determinisme. Hè? We weten nu dat, althans correct me if I'm wrong, hè? We weten nu dat het universum niet deterministisch is in die zin. Zo lijkt het, ja. Oké, okay. Ja. En anderen die gebruiken natuurkunde juist weer ook, die gaan eigenlijk meer een stapje verder. En die zeggen van niet alleen ondergraaft het westerse wereldbeeld, maar het bewijst of het onderbouwt ook een meer spiritueel oosters wereldbeeld. Ja. Ja, ik ben geen natuurkundige, het is dus voor mij heel moeilijk om dat te controleren. Of in ieder geval daar gevoel bij te hebben van hoe ver kun je daarin gaan? Nou, jij bent dat wel. Dus fijn dat je er bent. Ja. En ik heb echt uitgekeken naar dit gesprek. Ja, nou hartstikke leuk. Om dat toch eens een keertje met een echte natuurkundige door te spreken. Ik denk ook dat jij de juiste persoon bent. Hè? Jij hebt ook twee boeken geschreven waarin jij heel bewust ook geprobeerd hebt om natuurkunde voor een leken publiek begrijpelijk te maken. Ja. Jouw laatste boek, Natuurlijk Niet. Dat is ook wel heel mooi over een aantal mythes die jij om zeep helpt, maar op een hele hilarische manier. Oké, okay, ja. En ik heb zelf een jaartje natuurkunde gestudeerd. Dus een aantal dingen wist ik wel, maar er waren ook een aantal bij die ik nooit had gerealiseerd. Bijvoorbeeld die over elektriciteit door een draad. Ja, ja. Nee, dat is typisch zo'n mythe die ik inderdaad zelf ook tijdens mijn studie nooit heb gerealiseerd. Nee. Maar dat je inderdaad, die mythe die komt voort uit het feit dat je als ik ben 5 jaar docent natuurkunde geweest. En dan ga je natuurlijk op een gegeven moment het begrip elektriciteit uitleggen aan die leerlingen. Ja. Ja, hoe werkt dat dan? Nou ja, ik neem altijd de busjes analogie. Busjes die pakketjes meenemen. En de busjes, dat zijn de ladingen. En de pakketjes, dat is de energie. En daar kun je bijvoorbeeld de formule voor het vermogen mee afleiden en zo. Dat klinkt allemaal hartstikke leuk. Maar als je eigenlijk dieper erin gaat, ja, dan merk je dus dat dat beeld eigenlijk hopeloos naïef is. Het geeft wel de juiste formule, maar uiteindelijk blijkt dus het grootste deel van die energie getransporteerd te worden buiten die draden om. Ja, sure. Zelfs in de draad kan er geen elektrische energie om technische redenen getransporteerd worden. Ja. En dat kunnen natuurlijk de leerlingen niet uitleggen, dus dan gebruik je maar die analogie. Maar dat is dus wat er ook heel vaak in een populaire wetenschap gebeurt. Hè? Analogieën die worden gebruikt. En mensen gaan vervolgens die analogieën veel te serieus nemen. Ja, precies. En vooral in de kwantummechanica. Dat is echt hopeloos. Dat is als het bijvoorbeeld om Hawkingstraling gaat. Nou, dat behandel ik ook in het boek. Virtuele deeltjes, kwantumfluctuaties. En onze taal schiet gewoon hopeloos tekort om dat soort dingen goed te beschrijven. En daar gaan mensen natuurlijk analogieën gebruiken. En dat is prima. Alleen er zit, net als bij een kipfilet, krijg je een houdbaarheidsdatum. Ja. Kipfilet moet ook nog een jaar in de koelkast bewaren. Nou, een analogie heeft precies. Ook een bepaalde. Ja, maar dat wordt er dan vaak niet bij verteld. Nee, dat beperkt geldig is. En dat fascineert mij. Want dan wordt het ook heel talig. Hè? Ja. Natuurkunde is een heel talig vak. Precies. Mensen denken van alfa, beta, maar wiskunde. Maar natuurkunde is eigenlijk een heel talig vak. Want je gebruikt allemaal begrippen zoals energie en kracht. En wat is dat dan precies? Ja, je hebt er formules voor. Maar formules, dat is het ene punt. Je moet ook die formules gaan interpreteren. En dat doe je met taal. En dat vind ik zelf. Daarom ben ik ook natuurkundedocent geworden. Geen wiskundedocent. Ja. Omdat ik die vertaalslag, dat vind ik eigenlijk het meest interessante aan het vak. Ja, want wat is natuurkunde als vak? Waar gaat dat over? Er zullen nog veel mensen zijn die daar echt geen idee bij hebben. Ja, natuur is misschien biologie of zo. Ja, natuurkunde is echt wel wat fundamenteler.
En weet je, wat is een definitie van natuurkunde? Nou, het gedrag van energie en materie in de ruimte en de tijd. Ik denk dat je dan een hele brede... Ja, ja. Dus dat kan een stroom door een draadje zijn, maar dat kan dus ook een aarde die rond de zon beweegt. Of een elektron rond een atoom. Het kan het klimaat zijn. Hè? Dat is natuurlijk ook een systeem wat zich gedraagt in de ruimte en de tijd. Materie. Dus het is heel breed. Maar dat is een beetje hoe ik het zou omschrijven. En hoe verhoudt dat zich tot wiskunde? Want die twee worden altijd in één adem genoemd. Nou ja, de wiskunde is de taal van de natuurkunde. Maar zoals ik zei, wiskunde, dat is één punt. Je hebt ook nog, nou ja, dat noem je in de filosofie de ontologie, van ja, wat beschrijft het nou eigenlijk? Hè? En het punt is natuurlijk dat bij heel veel theorieën sta je daar niet zo bij stil. Hè? Als je het hebt over de wetten van Newton, dan is dat, nou ja, dan wordt het vaak als vanzelfsprekend gevonden hoe je dat moet interpreteren, wat het trouwens helemaal niet is, denk ik. Ja. Maar ja, dan ga je op een gegeven moment naar de kwantummechanica toe. Ja, en dan loop je echt tegen dat ontologieprobleem aan. We snappen eigenlijk gewoon niet wat we beschrijven. Dat is eigenlijk we... En op een universiteit, ja, krijg je al die wiskunde naar je toe geschoven. Hè? Hilbertruimtes, golffuncties en al die dingen. Maar uiteindelijk als je nou vraagt van ja, maar wat is dat dan? Wat beschrijven? Wat is de ontologie van de kwantummechanica? Ja, dan heb je 100 natuurkundigen die 100 verschillende antwoorden daarop geven. Ja, want ik heb ook wel eens gehoord, hè? Shut up and calculate. Ja. Ja, als dat de meeste natuurkundigen, ik weet niet of dat nog steeds zo is. Nou, die vraag je een beetje ontlopen en liever gewoon gaan rekenen. Ja, nou ja, er zit wel een hele interessante geschiedenis achter dat de kwantummechanica is natuurlijk aan het begin van de 20e eeuw opgekomen. Eigenlijk aan ons opgedrongen vanuit experimenten. Het is niet zo dat iemand op een gegeven moment dacht van oh, die kwantummechanica klinkt wel leuk. Nee, het is ons echt opgedrongen. Mensen wisten er geen raad mee. Maar die grondleggers van de kwantummechanica, die waren er wel ook heel filosofisch mee bezig. Hè? Mensen als Bohr en Einstein, die dachten heel diep na over wat betekent het nou eigenlijk. En op een gegeven moment komt daar de Tweede Wereldoorlog en het Manhattan-project. Ja, en dan moet er opeens een atoombom ontwikkeld worden. En dan zegt zo'n Amerikaanse regering van ja, ontologie, smontologie, dat interesseert ons geen kont. Wij willen gewoon kunnen berekenen, kunnen we zo'n atoombom maken. Ah, en je ziet dat vanaf na de Tweede Wereldoorlog is er een enorme run op natuurkundigen. Hè. Er zijn nog nooit zoveel mensen gepromoveerd als toen in de natuurkunde. Maar je ziet ook dat er eigenlijk een soort van, hoe zul je dat zeggen? Hoe noem je dat? Dat het eigenlijk gewoon een soort smet op je carrière wordt als je gaat nadenken van wat reken ik nou eigenlijk uit? Hè? Dat mensen dat het eigenlijk gewoon een. Maar hoe zo'n smet dan? Ja, dat is eigenlijk gewoon een soort van taboe in de natuurkunde op dat moment. Ja. Dat mensen zeggen van, het werkt toch? We kunnen de kwantummechanica is de meest succesvolle theorie uit de hele wetenschap. Hè? We kunnen de getallen mee uitrekenen tot op 10, 12, 13 decimaal achter de komma. En dus gaan mensen op een gegeven moment, toch komt er die, sociologisch ontstaat er een soort van idee van, we hoeven je moet er niet over nadenken. En erger nog, het is allemaal opgelost. Niels Bohr heeft het allemaal met zijn Kopenhaagse interpretatie bedacht. Het is allemaal flauwekul. We weten al al hoe het zit. Ja, ja, en dat, okay. en dat, nou ja, we kunnen nu wel zeggen, denk ik, dat na meer dan 100 jaar dat gewoon echt niet zo is. We snappen het gewoon echt niet. Dat heeft niet te maken met dat het niet aan onze intuïtie valt te linken. Dat is weer een heel ander vraagstuk. We snappen gewoon echt niet wat we nou eigenlijk aan het beschrijven zijn. Ja, want over die intuïtie, hè? Want als je had het net over Newton. Ja. Hè, dat was nog redelijk met onze intuïtie. Ja, ook al niet hoor. Nee? Als ik de wetten van Newton op school gaf, hè, in 4 VWO, 4 HAVO, daar gaf ik ze altijd de wetten van Joop. Hey, Joop Klepsijker, dat is een van mijn grote striphelden. De wetten van Joop. Nou, wat zegt Joop bijvoorbeeld? Ja, je hebt een kracht nodig om iets in beweging te houden. Ja. Wat zegt Newton? Nee, je hebt een kracht nodig om iets van beweging te veranderen. Ja, want je hebt een... Ja. Hè, of bijvoorbeeld, als je een appel hebt die naar de aarde valt. De appel trekt aan de aarde, maar de aarde trekt ook naar een appel. Ja, wie trekt het hardst? Nou, de aarde natuurlijk, zeggen die leerlingen. Maar nee, de derde wet van Newton zegt, de appel trekt even snel aan de aarde als anders. Super tegenintuïtief. Ah, op die manier. Ja. En wat halen mensen? Mensen halen dan kracht en versnelling door elkaar. Maar je ziet wel dat die wetten van Newton zijn. Het heeft duizenden jaren geduurd voordat we Aristoteles naast ons hebben neergelegd en dat Newton met zijn wetten kwam. Hè? Dat is iets ongelooflijks. Ja, dat is gewoon een wonder. Het is echt een wonder.
Maar dan is het op een gegeven moment best wel te begrijpen, ja, toch? Want je kunt je wel een kracht voorstellen. En, ja, en die versnelling en die massa en weet ik het allemaal. Ja, maar wat is een kracht dan? Hè? Wat is dat? Ja, ja, dat is waar. Nou ja, ik zeg altijd, het is een soort van boekhoudmiddeltje om versnellingen mee door te rekenen. Maar ja, je gebruikt de vectoren voor en bestaat zo'n kracht dan echt? Ja, ik zeg altijd, nou ja, volgens mij niet. Het is gewoon een boekhoudmiddeltje om iets te beschrijven. Ja, maar dat is dus die ontologie van wat is het nou eigenlijk? Maar je voelt, je kunt er ook iets bij voorstellen in de zin van als ik kracht op iets uitoefen, ja, dan voel ik dat op mijn hand. Ja, dan voel je het. En dan voel je die druk, zeg maar. Dus ja, dan voel je het effect. Maar dat is het natuurlijk niet. Nee, precies. Ja. Dus, maar ja, kijk, leerlingen staan er natuurlijk helemaal niet bij stil. Die willen gewoon sommetjes maken en op een examen, ja, weet je, hun getalletjes uitpoepen. Ja, dat is het vak natuurkunde een beetje. Ja, precies. Maar die vraag wordt wel steeds belangrijker als je dus naar de moderne natuurkunde gaat. Hè? Naar het begin van de 20e eeuw, met de opkomst van de relativiteitstheorie. Bijvoorbeeld, wat is ruimte en tijd? Ja, precies. Wat is zwaartekracht? Nou, Newton zei ook van, ja, ik heb gewoon geen antwoord op wat zwaartekracht is. Ik heb er een formule voor. Hmm. Ik kan er heel veel dingen mee uitrekenen. Maar wat het is, hij zei, daar kan ik gewoon geen antwoord op geven. Nee, en het is natuurlijk de vraag of we dat überhaupt kunnen. Nou ja, dat is ook altijd, die vraag krijg ik wel eens van mensen van, oh, snappen we al wat zwaartekracht is? Wat nou eigenlijk zwaartekracht is? Ik zei, nou ja, we snappen wel, met Einstein hebben we wel een beter beeld. Maar ja, is de natuur een soort van ui die je maar blijft afpellen? Of kom je uiteindelijk op een fundamentele waarheid uit? Ja, ik ben dan wat pragmatisch. Ik denk van, ja, absolute waarheden, dat laat ik aan filosofen over. Ja. Ik wil gewoon een goede beschrijving. Ja, precies. Maar er komt ongetwijfeld weer een betere. Ja, ja. Ja, en dat gaat zo door. Ja, dat is iets wat, en dat noem ik in mijn boek, in dit boek Ruimte, Tijd, Materie, zeg ik ook dat een van de dingen is die je eigenlijk in de populaire boeken nooit zult tegenkomen, maar het fundamentele idee dat elke theorie met een geldigheidsdomein komt. Dus elke theorie die je opschrijft, daarvan weet je, hij is niet onbeperkt geldig. Ja. En dat kun je wiskundig dat heel precies formuleren. En dat heeft Kenneth Wilson in de jaren 60 en 70 enorme invloed uitgeoefend op de natuurkunde. Kenneth Wilson is zo'n naam die misschien wel de meest invloedrijke natuurkundige is die bijna niemand kent. Oh, wow. Maar dat idee dat van effectieve theorieën opschrijven, dat elke theorie die je opschrijft, met volgens sommige uitzondering snaartheorie, maar okay, ja, toen was weer, dan zijn we nu weer. Maar elke theorie komt met een geldigheidsdomein. En ja, op een gegeven moment moet het gewoon vervangen worden door iets anders. Ja. Niet iets beters, maar iets wat meer volledig is. Ja, want volgens mij, ik weet niet of dat precies wat jij bedoelt, hoor. Maar ik heb een keer een boek gelezen van David Bohm. Ja. Wholeness en nog iets? Ja, ik ken zijn boek. Ik weet wie David Bohm is natuurlijk. Ja, maar, precies. Nee, maar die gaf ook zo'n voorbeeld van, eerst dat je, ik denk dat het Copernicus was of iets. Die had dan een verklaring, zeg maar, voor het gedrag van planeten. En die had allemaal van die schijven. En dan, maar dat ging niet helemaal op, want sommige planeten gingen, die maakten wel een beweging, maar die gingen dan weer even terug en dan gingen ze weer door. Ah, ja, en dat hij weer in die schijf had hij weer andere schijfjes gemaakt. Die het epicyclemodel van hulpcirkels op hulpcirkels. En dat had hij zo vernuftig gedaan dat het uiteindelijk best een goede benadering was voor het gedrag van die planeten, totdat Newton kwam. En die kwam met een hele andere theorie en die had het opeens over aantrekking. Je hebt een schitterende video op YouTube waarin Homer Simpson wordt getekend met behulp van zo'n model. Okay. Want dat, nou ja, in de wiskunde noemen we dat Fourier-analyse. Je kunt elk periodiek signaal ontbinden in oneindig veel sinussen en cosinussen. Ja. Ja. Dus als jij de aarde als middelpunt neemt, dan kun jij inderdaad, die retrograde beweging van Mars, die kon men niet verklaren met de aarde als middelpunt. Dan zei men van, ja, maar die cirkels, dat zijn de ultieme volmaakte vormen. Dus dan pleuren we gewoon een cirkel op een cirkel. Ja, en dan, ja, maar uiteindelijk kun je op die manier, als je die cirkels maar super fine-tuned, super nauwkeurig, dan kun je zo nauwkeurig als je wil die beweging beschrijven. Ja, maar dat was binnen dat wereldbeeld heel begrijpelijk en aannemelijk dat het zo was. Want de aarde stond inderdaad in het midden en er gingen natuurlijk sferen omheen. Ja. Alleen toen Newton kwam, beschreef hij, van toen kwam er opeens een heel ander model. Hè? Dus massa's die zouden elkaar aantrekken en dat was de verklaring. Zeg ja, maar. En wat Newton natuurlijk ook kon, was dat Kepler die nam al aan dat de zon het middelpunt was. En Kepler die had bepaalde wetten afgeleid. Maar die wetten, die waren gewoon empirisch afgeleid, hè, uit waarnemingen. Ja, en wat Newton natuurlijk kon doen, was die wetten verklaren. Ja. En dat was natuurlijk, kijk, wat Newton bijvoorbeeld, dat zeg ik dan ook wel tegen mijn leerlingen, een appel die naar beneden valt en een maan om de aarde. Wij snappen nu dat beide zwaartekracht, maar dankzij de Grieken hebben we gewoon heel lang gedacht dat de hemelmechanica
fundamenteel anders is dan mechanica hier op aarde. Dus die twee werelden, die waren compleet van elkaar gescheiden. En mensen als Newton en daarvoor Copernicus al, en misschien ook wel wat andere mensen, ik zit daar niet zo in, maar die zeiden op een gegeven moment van nee, we unificatie, die krachten, het is hetzelfde fenomeen. Hè? Eb en vloed, dat is ook zwaartekracht. De appel die naar beneden valt, of ja, de mortier precies. Die wordt afgeschoten, het is allemaal zwaarte. En in die tijd was dat revolutionair. Ja. Ja. Dat was een vorm van unificatie die we natuurlijk nu in de moderne natuurkunde nog steeds zien. Hè? Telkens blijken verschillende fenomenen, verschillende zijden van dezelfde munt te zijn. Ja. En dat is een enorm invloedrijk idee geweest, wat volgens sommigen nu juist weer wat te ver wordt doorgeschoten. Maar dat is een stap geweest waarvan we nu eigenlijk niet meer goed kunnen begrijpen hoe revolutionair, of ons kunnen voorstellen. Ja, ja, precies, hoe dat was in die tijd. Ja. Ja. Maar het grappige is dat hij dan vervolgens zegt, van, nou, op een gegeven moment waren we dus gewend aan het idee dat massa's elkaar aantrekken. Dus de maan en de aarde, maar ook de appel die uit de boom valt in de aarde. Maar op een gegeven moment waren we daar gewend bij en werd het ook eigenlijk een soort van onderdeel van onze intuïtie. Ja. Maar toen kreeg je Einstein en die weer vertelde van joh, helemaal niks krachten of massa's trekken elkaar niet aan. Het gaat over, weet ik veel, de krommingen in space-time en dat soort zaken. Dus dat vereist weer een hele andere manier van denken. Dus ja, de boodschap was ook eigenlijk van joh, het zijn iedere keer benaderingen, zeg maar. Het is gewoon een goed verhaal waarmee we eigenlijk heel veel de natuur willen verklaren. Ja. Maar dan kom je inderdaad, zegt hij, op dat hele idee van een domein. En Newton klopt redelijk, zeg maar, binnen het domein van korte afstanden en lage snelheden, geloof ik. Zo beschreef hij dat. Zoiets, maar op het moment dat je naar hogere snelheden gaat en grotere afstanden, dan gaat het niet meer op en heb je een nieuwe theorie nodig. Ja. Dus, en het heeft natuurlijk ook alles te maken met in wat voor wereld wij geëvolueerd zijn. Hè? Want als wij in een wereld waren geëvolueerd, bijvoorbeeld als de aarde met 90% van de lichtsnelheid rond een zwart gat was gereisd, dan hadden we nooit een Euclides gehad die zei van jongens, we beginnen maar eens met vlakke meetkunde. Nee, vlakke meetkunde zou dan super tegenintuïtief zijn, want we zouden zien dat lichtstralen worden afgebogen, we zouden zien dat klokken niet gelijk lopen. We zouden veel eerder naar niet-Euclidische meetkunde gaan kijken. Precies. Maar dankzij de wereld waarin we leven, waarin de aarde dus, nou, dat is ook een van de mythes die ik in het boek een beetje, nou, het is een beetje flauw, maar hè, dat de som van hoeken in een driehoek 360 graden zijn. Nou, als je het hier op aarde super nauwkeurig zou nameten, zou dat dus niet zo zijn. Want de ruimte hier is gekromd. Ja. En is super zwak hoor. Ik bedoel, daarom kunnen we ook Newton gebruiken. Maar de ruimte is gekromd. En de ruimtetijd is gekromd. Maar je ziet wel bijvoorbeeld ook zwarte gaten. Ja, dat is natuurlijk voor ons super tegenintuïtief. Ja, waarom? Ja, omdat wij geëvolueerd zijn in een stukje werkelijkheid wat gewoon zo ontzettend beperkt. En dat fascineert mij van natuurkunde. In mijn boek Ruimte, Tijd, Materie geef ik ook een plaatje van een ijsberg. Het topje van de ijsberg zien we. Ja, precies. En het gros, dat zien we gewoon niet. Nee. En dat fascineert mij, dat je met natuurkunde echt een hele wereld blootlegt. Die laat zien van wat verdik je onze dagelijkse waarneming. Ja. Dat is echt zo beperkt. En dat vind ik super mooi. Ja. Maar het is dus gewoon puur omdat wij zeg maar lang hebben geleefd in hoe moet ik het zeggen, de schaal die ons bekend is, van een paar meter. Maar omdat wij dus niet het pas sinds kort eigenlijk telescopen hebben, maar ook microscopen, dat we andere schalen kunnen zien, dat we dus hebben ontdekt dat die intuïtie niet klopt. Ja, ja, bijvoorbeeld, maar ook als we bijvoorbeeld duizenden jaren hadden geleefd, dan hadden we gezien dat sterrenbeelden veranderen. Ja, als jij maar 100 jaar leeft, Max, dan zie jij echt niet dat zo'n stilpannetje verandert. Dus wat denk je? Wat dachten die Grieken? Ja. De hemel is onveranderlijk. En je kijk, op een gegeven moment kwam er eens heen. Wat was dat? Met Tycho Brahe, geloof ik, 17e of 16e eeuw. Nou ja, kwam er een komeet of een, wat was dat? Een supernova. Kwam er op een gegeven moment een supernova aan de hemel. Ja, wij denken dan van supernova. Maar voor die mensen was dat een grote schok. Want wat bleek? De hemel was veranderlijk. En mensen zagen wel kometen zo voorbij komen. Dat was prima. Geweldig. Maar dat er opeens een ster aan de hemel kwam, dat was dat was gewoon. Ja. Maar de hemel was toch onveranderlijk? Nee. Ja, de hemel blijkt helemaal niet zo. En als je gewoon lang genoeg wacht, dan zul je zien dat sterrenbeelden veranderen. Nou, en als je nog langer wacht, dan zul je uiteindelijk zien dat het heelal uit een soort oerknal is ontstaan. Ja. Nou, dat was
rond het, hè, toen Einstein met zijn relativiteitstheorie kwam, was dat ook nog gewoon ondenkbaar. Nee, precies. Dus je moet het gewoon echt zien binnen het, ja, binnen de context. Ja, wij zijn geëvolueerd om een beetje, ja, weet je, een beetje te poepen, te eten, te overleven. En, maar we zijn niet geëvolueerd om de kwantummechanica te begrijpen. Nee, nee. Dus nee, wij vinden dat, net als grote bakken data, ja, we hebben daar allemaal methodes voor ontwikkeld. Kijk, het is ook, als je erover nadenkt, is het ook natuurlijk, we bestaan als soort 200.000 jaar. En het heeft dus ook ongeveer 200.000 jaar geduurd voordat wij met een wetenschappelijke methode komen. Hmm. En die wetenschappelijke methode, daarvan, dat vinden we nu heel vanzelfsprekend. Maar het is een groot, in mijn ogen, is het een groot wonder geweest. Het is niet vanzelfsprekend dat mensen op een gegeven moment systematisch de natuur gingen onderzoeken. En dat er een wetenschappelijke revolutie is geweest. Dat, ja, dat is niet vanzelfsprekend. Dus dat moeten we, denk ik, ja, heel erg koesteren. Dat, ja, is gewoon een schat geweest die we hebben gevonden. Ja, waarom en hoe dat precies is ontstaan. Hè? Wat is de rol van het christendom daarin geweest? Waarom hier in het Westen? Waarom niet in China of in Zuid-Amerika? Mm-hmm. Maar het is een groot wonder. Ja. En dat grote wonder laat zien dat onze alledaagse kijk op de werkelijkheid, ja, dat eigenlijk heel het is een beetje Matrix-achtig, hè? Ja, je komt erachter van, nee, het is toch heel anders dan ik me had voorgesteld. Ja, precies. Dus als je door die microscoop gaat kijken, dan zie je dat een hele andere wereld. Ja. Dat het niet helemaal werkt, zeg maar, zoals wij intuïtief aanvoelen. Zoals we gewend zijn eigenlijk, zoals de wereld werkt, zoals we die dagelijks meemaken. Ja. En met een telescoop is het natuurlijk precies hetzelfde. Ja, maar ook, dan kom je weer op die kwantummechanica uit. Ja. Ja, dat is natuurlijk voor die mensen was dat een trauma. Ja. Van, een atoom, dat is toch gewoon een klein zonnestelseltje? Ja, precies. Daar past er toch gewoon Newton op toe? Ja. Ja, nee dus. En iets is toch, of een deel, hè, op een gegeven moment had je Maxwell. Nou, die zei, licht is een elektromagnetische golf. En toen kwam Einstein, die zei van, ja, maar als ik het foto-elektrisch effect, hoe licht elektronen uit een metaal kan losbreken, als ik dat wil begrijpen, dan moet ik aannemen dat licht daar in energiepakketjes voorkomt. Ja, wat is het nou? Nou, en dan blijkt dus er een nieuwe soort categorie te bestaan, genaamd kwantumdeeltje. En in mijn boek probeer ik dat een beetje te verduidelijken met als je een schaap beschrijft als een kruising tussen een tafel en een kussen, want vier poten en zacht. Ja. Ja, dan krijg je geen goed beeld van een schaap. Dan zou je nooit verwachten dat je de zwarma van kan maken, bij wijze van spreken. Ja, maar zo denken wij wel. Hè? In de kwantummechanica nog steeds in alle leerboeken. Ja, golfdeeltjes, dualiteit, soms een deeltje. Nee, niks. Het is een kwantumdeeltje. Het is een hele nieuwe categorie. En als je het gaat vastpinnen op golf of deeltje, soms gedraagt het zich wel zo. Ja. Maar we noemen het ook al een deeltje, hè? Wat natuurlijk, dan denk je een knikkertje. Ja, dat is een knikkertje. Ja. Maar een atoom. Maar dat is het dus niet. Ja. Ja. En dan zie je dus dat die taal van ons ook weer tekortschiet. Ja. En onze categorieën tekortschieten. En dan kom je op die wiskunde uit. En dan denken mensen van, die wiskunde, dan is het wel prima. Dan hoef je het ook niet meer te interpreteren. Maar dat is dus denk ik een fout. Ja. Ja. Maar voor de leek, onder de luisteraars en kijkers. misschien kun je wat meer vertellen over wat nou eigenlijk kwantummechanica is. Laten we daar beginnen. Oké. Gewoon even in lekentaal. Ja, dus kwantummechanica is eigenlijk de natuurkunde van de subatomaire wereld. En dan blijkt dat subatomaire deeltje, bijvoorbeeld een atoom, blijkt dan niet een soort van mini-zonnestelseltje te zijn waar je gewoon Newton op kunt loslaten. Maar, want een atoom is in de klassieke versie is het gewoon een deeltje met elektronen eromheen, toch? Ja, zo beschreef Bohr het ook. Ja. Alleen, dan kom je al heel gauw in de problemen. En uit allerlei experimenten blijkt dat die deeltjes golfeigenschappen hebben. Okay. Ja, waarom dat zo is, dat blijkt zo. Ja, als je bijvoorbeeld een elektron uit een atoom knikkert door de straling op te gooien, dan heeft dat elektron golfeigenschappen. En hoe zie je dat? Hoe weet je dat? Nou, een van de manieren waarop je dat bijvoorbeeld ziet, is dat elektron, net als licht, diffractie vertoont. Dus als je bijvoorbeeld een elektronenkanon hebt, dus dat je gebruikt bepaalde spanning om elektronen te versnellen en die knal je door twee spleten. Ja. En je gaat kijken, je zet er een fotogevoelige plaat achter. Waar komen die elektronen terecht? Dan kun je dat alleen maar verklaren met golven. Want waar de piekjes zijn, dus waar die elektronen terechtkomen, dat kun je dus alleen maar beschrijven met een interferentiepatroon met golven. Ja. Dus alsof dat elektron als een soort golf, dat er een soort golf, net als je bijvoorbeeld een waterbak hebt met twee spleten en je laat een watergolf door beide spleten gaan, dan is elke golf weer een nieuw golfrondje. En die golven gaan met elkaar interfereren. Ja, precies. Dus één piekje plus één piekje wordt een superpiekje.
één piekje plus één dalletje, dat dooft elkaar uit. Ja. En daardoor krijg je achter, als je bijvoorbeeld achter die twee spleten allemaal rubber eendjes zou zetten, dan zul je zien dat sommige rubber eendjes die blijven gewoon stilzitten, terwijl andere rubber eendjes juist als een malle op en neer gaan. Ja. Nou, en dat zien we dus ook met elektronen. Ja, dus dat water gaat door die twee spleten heen en dan vanaf die, op het moment dat ze door die spleten heen zijn, dan zijn het eigenlijk weer twee golfrondjes, ja, die dan met elkaar interfereren. Interfereren, hè? En dan heb je die eendjes. Ja, ja, maar en waar die eendjes dus als een malle op en neer gaan, dat zijn ook de plekken, ja, waar wij die elektronen aantreffen. Maar er zijn dus ook plekken waar we nooit een elektron aantreffen. Nou, en dat laat zien dat elektronen okay, dus blijkbaar een golf kunnen. En er zijn nog allerlei andere, hè, ook als je elektronen in materialen beschrijft, dan blijkt je dat ook alleen maar met diffractie, dus met golven. Terwijl ze verwachten natuurlijk dat als je een elektron of ja, twee elektronen zeg maar door die twee spleten laat gaan, dat het gewoon uiteindelijk gewoon rechtdoor gaat. Ja, ja, dus als je een soort met een machine, ja, als een soort machinegeweer op die, ja, twee spleten, ja, om zit, ja, te pompen, ja, ja, je krijgt gewoon twee banden, ja, waar die elektronen terechtkomen. Ja, ja, dat blijkt dus niet zo. Nou ja, wel weer, en dat is het gekke, als je dus, want op een gegeven moment was de vraag van, hé, maar door welk spleet gaat dat elektron dan? Eigenlijk was de vraag, hè, toen Schrödinger zijn kwantummechanica opschreef, zijn golfmechanica, oké, okay, we hebben golven nodig, maar ja, wat golft er? Wat is het? Wat hebben we dan helemaal geen deeltjes meer nodig? Dat was de hoop van Schrödinger. Die dacht van, nou, dan kan ik die deeltjes er mooi uitknikkeren en dan hou ik alleen golfjes over. En golfjes zijn heel intuïtief. Ja. Ja. Maar ja, op een gegeven moment ga je afvragen van, ja, maar een elektron, oké, het golft door die twee spleten, maar dat komt als een puntje op die plaat terecht. Dus, door welke spleet ging het dan? Want was het maar één elektron die erop afgevuurd werd? Ja, dus ze kunnen nu die experimenten zodanig doen dat je elke keer per stuk die elektronen afschiet. En dan nog vind je een interferentiepatroon. Oké. Dus het is niet zo dat je elektronen, dat je een hele straal elektronen hebt die elkaar kunnen beïnvloeden. Nee, als je gewoon elke keer wacht, één elektron, je vindt een interferentiepatroon. Dus dat elektron, dat is blijkbaar een golf, net zoals een watergolf, die door die twee spleten gaat. Maar ja, dan is de vraag, gaat dat elektron, want dat is natuurlijk wat in de populaire boeken terechtkomt, dat elektron gaat door beide spleten tegelijk. Kwantummystiek, nou, dat is dus een van de mythen die ik... Ja. Want ik zeg van ja, de kwantummechanica vertelt je niet wat er gebeurt tussen, hè, dat je dat elektron afschiet. En dat het gemeten wordt. De kwantummechanica vertelt je alleen maar wat je kunt verwachten bij een meting. Ah, oké. Nou ja, en als je dus een detector bij een van die spleten gaat neerzetten om te kijken van, nou, door welke spleet ging hij? Ja, dan ben je interferentiepatroon kwijt. En hoe komt dat? Want dat is natuurlijk... Nou ja, tegenwoordig begrijpen we dat, omdat met behulp van kwantumverstrengeling, maar eigenlijk intuïtief komt het erop neer dat dat apparaat dat wisselwerkt met het elektron. Dus het is niet zo... Kijk, het is hetzelfde als jij bijvoorbeeld een kop koffie hebt en je wilt de temperatuur meten en dan doe je er een thermometer in. Ja. Maar strikt genomen meet je dan niet de temperatuur van de koffie en de mok, maar van de koffie, de mok en de thermometer. Dus wat zeg je dan? Ja, nou, die thermometer, daar gebruik ik een hele hoge soortelijke warmte voor, dus dat die heel weinig warmte opneemt, dus dat we dat effect kunnen negeren. Ja, het is verwaarloosbare. Verwaarloosbare. Ja, en voor zo'n kop koffie kun je dat misschien heel nauwkeurig doen, maar voor een elektron kun je dat niet doen, want die wisselwerking is er altijd en die zal altijd het elektron beïnvloeden. Ja. Nou, je kunt volgens de regels van de kwantummechanica verdwijnt dan inderdaad dat interferentiepatroon en krijg je weer gewoon een beetje wat meer wat je klassiek verwacht. Dat is het gekke, de kwantummechanica. Kijk, die zegt bijvoorbeeld dat dingen in meerdere toestanden tegelijk kunnen zitten. Maar als we meten, meten we altijd maar één toestand. En we snappen niet waarom. Dat is het meetprobleem. We snappen niet waarom de kwantummechanica alle mogelijkheden als het ware beschrijft. Dus iets kan in allerlei toestanden zitten. Als je bijvoorbeeld een elektron rond een atoom hebt, in welk energieniveau zit het? Nou, de kwantummechanica kan rustig zeggen van, het bevindt zich in 10 verschillende energieniveaus. En elke, dat is een soort van dobbelsteen die op 6 zijden tegelijk ligt. Maar ja, als je meet, meet je maar één. En hoe kan dat? Hoe die overgang van een veelvoud aan mogelijkheden naar één meetuitkomst, dat snappen we niet. Dat snappen we na 120 jaar kwantummechanica. Nog steeds niet. Nog steeds niet, nee. Dat is het meetprobleem. Oké, dus het is eigenlijk gewoon statistisch. Je kunt statistisch berekenen van wat de kans is dat dat elektron ergens op dat
gevoelige, wat is het, fotogevoelige plaats, plaatje komt. Ja. Nou, dus die kansen kennen we. Dus de kansverdeling ook. Hè? Dus op bepaalde posities is die kans veel groter. En dan zal je dan ook uiteindelijk, als je het experiment 100 keer of 1000 keer herhaalt, zal je daar ook meer elektronen zien neerslaan. Ja. Maar we weten niet. Dus in het individuele geval, hè, van die 1000 experimenten, waar die dan terecht gaat komen. Ja, zeg dat klopt. Ik het zo goed? Ja, klopt. Dus het enige wat je kunt doen is een experiment of 100 identiek geprepareerde experimenten pakken, bijvoorbeeld, of 1000, wat je wil. En gewoon dat experiment heel vaak herhalen. En dan vertelt de kwantummechanica, dat is dus wat de golffunctie uiteindelijk, dit is de wet van Born, die vertelt, nou, je hebt de golffunctie van het systeem, die wordt gegeven door de Schrödinger-vergelijking, dus die moet je even oplossen, dan vind je golffunctie. Ja, wat doet die golffunctie? Nou, dan geeft je een kansverdeling. Maar wat het ene elektron dus doet, we kunnen dus niet voorspellen waar het ene elektron terechtkomt. Ja. Maar eigenlijk zeg je dus, hè, dus het is dus een wisselwerking tussen de meetapparatuur en het kwantumproces, denk ik, op die manier. Zeg je daarmee dat het afhankelijk is van de waarnemer? Ja, contextueel, maar wat is een waarnemer in dit geval? Ja, is het een apparaat? Of het kan ook een apparaat zijn. Ik kan ook een waarnemer zijn, toch? Ja, dus dat is een bekende vraag die bijvoorbeeld John Stuart Bell zich afvroeg. Van wat is een meting? Want dat woord wordt heel veel gebruikt in de en waarnemer. Nou, dat is eigenlijk heel... dan zie je weer dat taal tekortschiet. Want een waarnemer, Bell zei ook van... Ja, is dat een bacterie? Is dat een foetus? Moet je eens gepromoveerd zijn om waar te nemen? Ja, nou ja, goede vraag, dat? Ja, dus, nou ja, maar uiteindelijk, kijk... Dat is dus een beetje waar die kwantummystiek vandaan komt. Kijk, de meeste natuurkundigen die zijn het erover eens. Je hebt helemaal geen bewuste waarnemer nodig om die golffunctie te laten instorten. Zodat je één meetuitkomst krijgt. Dat kan ook gewoon een apparaat zijn. Maar wat nou precies wel en niet een meting is. Ik zit niet in de fundamenten van de kwantummechanica. Maar dat is, volgens mij wordt dat nog steeds niet heel goed begrepen. Nee, want ik vroeg me meer af. Want jij zegt hè, met dat experiment met die twee... spleetjes. Ja. Dus jij zegt, dus in de normale situatie heb je gewoon dat effect met die eentjes. Ja. Dus dat het interferentie. Ja. Op het moment dat je gaat meten, dat je dus een meetapparaat zet zeg maar bij een van die spleten om te kijken of kwam die elektron nou hier doorheen of ja of nee. Ja. Op het moment dat je dat doet, dan is er een wisselwerking en dan slaat het neer en dan... Ja, en dan ben je dus fundamenteel iets anders aan het meten. Ja. Oh ja, precies. Dus je kunt niet zeggen van, oké, weet je wat, ik wil weten waar het elektron, door welke spleet het ging. En dan meet ik gewoon zodanig bij een van die spleten, zonder dat het elektron beïnvloedt. Dat kan niet. Dus je bent dus met een heel ander experiment bezig. Okay. En dat is dus, daarom noemen ze de kwantummechanica ook wel contextueel. Grootheden hangen af van de context waarin je meet. Ja. Je kan niet meer zeggen van, net zoals bij die kop koffie en die thermometer, van nou, als die thermometer maar gewoon... als ik die soortelijke warmte maar zo groot maak dat hij zo weinig mogelijk warmte opneemt, op kwantumniveau kom je daar niet meer weg. Dat is eigenlijk. Maar zou dat, want nu had ik het dan over een meetapparaat, maar is dat dan ook zo dat als ik gewoon als persoon daarnaar kijk of me bewust ben van dat experiment, dat het dan ook beïnvloedt? Ja, of met jouw ogen, want je ogen die kunnen ook fotonen waarnemen. Maar nogmaals, dat wordt heel erg in de jaren 30 was dat een groot probleem. Hè? Van wat is een meting en wat is niet een meting? En een van de redenen waarom dat een groot mysterie was... was omdat meetapparaten... dat zijn verzamelingen van kwantiljarden atomen. Ja. En die gaan wisselwerken met één enkel subatomair deeltje. Dus wat deden mensen als Bohr? Die zeiden van ja, die meetapparatuur... dat vatten we gewoon als klassieke dingen op. Dat beschrijven we met Newton. En we gaan vervolgens verklaren hoe dat elektron zich gedraagt. Nou, op een gegeven moment had men wel door van nee... Dat kan niet. Je moet dat meetapparaat moet je ook kwantummechanisch beschrijven met een golffunctie die dan wisselwerkt met dat elektron. En dan komt de verstrengeling en dan worden die golffuncties die worden met elkaar innig verbonden. En dan kun je veel beter begrijpen, nog steeds niet goed, nog steeds niet volledig trouwens. Hè? Maar dan kun je dus veel beter begrijpen wat er gebeurt. Maar voordat men dat deed, had men eigenlijk dat mysterie van wat is nou een meting? En toen kwamen er dus mensen als onder andere John von Neumann, een van de meest briljante wiskundige, natuurkundige, grondlegger van volgens mij de moderne computerarchitectuur. Dus een buitenaards geniaal iemand. En die zei op een gegeven moment van ja, maar wacht even, misschien is het wel bewustzijn.
En iemand anders die dat, een mede-Hongaar, Eugene Wigner, ook een Nobelprijswinnaar, die heeft dat op een gegeven moment ook wat gepopulariseerd. Die zei van ja, misschien is het wel het bewustzijn wat ervoor zorgt dat die golffunctie instort. Ja. Nou, nu weten we dat waarschijnlijk niet zo is. Want ja, hoe werkt dat dan? Stel dat jij een meting doet aan een deeltje en jij meet het wel, maar ik sta buiten het laboratorium en ik meet het niet. Ja, voor wie is dan de golffunctie wel? Ja, welke bewustzijn wel? Heeft hij dan? Ja, dat noemen ze dan witness friend. Hè? Moet ik dan eerst weer met jou wisselwerken? Dus het is gewoon, het wordt hopeloos ingewikkeld. Maar dat laat wel zien dat mensen echt geen idee hadden wat een meting precies is. En dat mysterie is denk ik nog steeds niet helemaal opgehelderd. Wordt er nog onderzoek naar gedaan? Jawel. Maar dan wordt het al vaak al heel gauw filosofie genoemd. Dat is het eigenaardige. Ja, okay. Dus er zijn voorbeelden bijvoorbeeld van David Albert. Dat is een bekende filosoof op het gebied van de natuurkunde. Op het gebied van dit soort vraagstukken. Sorry. En die werd op een gegeven moment ook verteld van ja, maar als je dit soort dingen interessant vindt, dit soort vraagstukken, ja, dan moet je gewoon naar de filosofieafdeling gaan. Sterker nog, hij is op een gegeven moment wou die erop promoveren en de decaan van zijn universiteit, die heeft er een stokje voor gestoken. Die zegt, dat gaan we niet doen, want dat is gewoon pseudowetenschap. Dus die heeft gewoon een normaal vraagstuk uit de kwantummechanica moeten doen. En nou ja, daarna had hij allemaal contacten van mensen die zeiden van nou, doe nou maar gewoon die promotie op dat stukje rekenkundige aspect. En dan ga je daarna, kun je met ons echt de grondbeginselen van de kwantummechanica. Ja, als je een heel leuk boek daarover wilt lezen, dat is Adam Becker, What is Real? Oké. Okay. Dat is een fantastisch boek. Dat is ook echt verplichte kost, denk ik, voor iedereen. Ja. Want dan dat gaat niet zozeer over de begindagen van de kwantummechanica. Maar wat gebeurde er nou toen die kwantummechanica op een gegeven moment, met die Solvay-conferenties eind jaren 20, toen die bekende debatten tussen Bohr en Einstein, die volgens de legende Bohr uiteindelijk won, maar wat eigenlijk een hele vertekend beeld van de geschiedenis is. Dat boek beschrijft heel mooi van wat is er nou eigenlijk gebeurd. Ja. En waarom snappen we na 100 jaar nog steeds niet eigenlijk wat een meting is. Ja, precies. Het meetprobleem is nog steeds niet opgelost. Nee. Hè? Oh, maar interessant. En ik ken allemaal mensen die zeggen van maar dat is toch al lang opgelost. Nee, het is niet opgelost. Het is gewoon niet opgelost. Nee. En er zijn allemaal pogingen gedaan om de kwantummechanica meer behapbaar, dus ontologisch wel hout te laten snijden. En een van dat is iets wat ik nooit op een universiteit heb geleerd, maar er is bijvoorbeeld een interpretatie en dat heet de pilot wave interpretatie. En dat zegt niet van je hebt een kwantumdeeltje die zich als een golf gedraagt. Nee, je hebt een kwantum, echt een deeltje, en die wordt begeleid door een golf. Dat zijn twee verschillende fenomenen. Ja, gehoord, ja. Ja. Nou, daarmee kun je het dubbelspleet-experiment ook volledig verklaren. Maar daar gaat het elektron dus altijd maar door één spleet. Ja. En het is niet zo dat het deterministisch is, want dat is het niet. Want er zitten nog steeds bepaalde onzekerheden in. Maar dat laat wel zien dat bijvoorbeeld die uitspraak, het elektron ging door twee spleten tegelijk. Mm-hmm. Ja, dan denk ik van, ja, dat kun je wel beweren. Maar dan hang je dus blijkbaar een bepaalde interpretatie aan. Ja, precies. En dat wordt niet bewust genoemd. Nee. En dan denk ik van, en dan wordt het onnodig mystiek gemaakt, denk ik. Kwantummechanica wordt gewoon onnodig mystiek gemaakt. Het is op bepaalde punten nog echt een mysterie. Maar ja, mysterie in de zin van dat we het gewoon niet. Ja, er zijn open vragen, maar het wordt in populaire boeken ook echt onnodig verromantiseerd. Ja. Maar zoals ik het me nu een beetje voorstel, is dat, dat we leven dus eigenlijk in een oceaan van mogelijkheden. Van mogelijke. En op het moment dat we waarnemen, dan slaat dat neer of zo. En dan wordt het een deeltje. Nou ja, onze vijf zintuigen, dat zijn eigenlijk vijf meetapparaten. Dus als mens, als fysiek mens, neem ik dus altijd deeltjes waar. Ja. Ja, constant. Dus je laat constant golffuncties instorten. Ja, toch? Ja, dat is natuurlijk al iets van. ik heb bijvoorbeeld dat is het hele idee achter kwantumcomputers. Normaal heb je nulletjes en eentjes, maar bij een kwantumcomputer heb je qubits. En dan maak je dus expliciet gebruik van die superpositie, noemen we dat, van toestanden. Dus dat een schakelaartje en een 0 en een 1 kan zijn. En dan kun je bepaalde berekeningen parallel uitvoeren. En nou ja, dat is ook een mythe die ik. Lang niet alle berekeningen worden sneller, maar bepaalde berekeningen die kun je echt met een factor.
Maar wat nu 10 miljard jaar zou duren, kun je dan in een paar seconden... Oh, echt waar? Ja. Gaat dat zo snel? Ja, maar bepaalde bereden. Dat is dus ook wat ik in het boek aan van. Het wordt enorm gehyped, quantumcomputers. Maar ja, dan zie je dus, het is niet alleen iets wat op papier bestaat. De natuur is kwantummechanisch. Ja. Het is niet alleen iets wat in onze hoofden bestaat. Maar als ik dan gewoon even naar mezelf kijk. Mm-hmm. Ik zit hier in deze studio tegenover jou. Ja. Nou, ik besta, althans als ik mezelf zo zou bekijken onder een microscoop, dan besta ik uit heel veel deeltjes. Ja. Dus atomen, en die bestaan uit elektronen, neutronen, protonen, whatever. Ja. En quarks en noem het maar op. Ja. Maar wat jij zegt is, dat deeltje, dat is pas een deeltje op het moment dat je het waarneemt. Dus nou, ik neem mezelf waar en ik kan mezelf... Ja, maar waarnemen, dat is wisselwerken. Hè? Kijk, wat er nu gebeurt, is dat we worden hier constant gebombardeerd door straling. Dat is wisselwerking. Ja. Dus het is niet zo door die wisselwerking, net zoals dat apparaat wat bij een dubbel spleet dat elektron beïnvloedt en dat interferentiepatroon verandert, word jij constant gebombardeerd door straling. En dan is er een proces, dat noemen we decoherentie. En daarmee kunnen we eigenlijk verklaren dat die interferentie, als het ware, heel snel verdwijnt. Dus het is niet zo dat jij constant in een quantum superpositie van... Nee, maar ik bedoel eigenlijk meer te zeggen van stel dat ik besta uit 100 deeltjes. Mm-hmm. Ja? Nou, elk deeltje heeft eigenlijk, dus voordat het waargenomen wordt, is het eigenlijk een soort van, heb je zo'n kansverdeling, toch? Van waar het in een superpositie van mogelijke toestanden. Oké, maar dat is dan zo'n mooie standaard deviatie. Kan van alles zijn, ja. Oké, maar stel ik het me even voor. Ja. Dus je hebt zeg maar de plek waar ik dat deeltje nu zeg maar waarneem. Nou, dat is zeg maar dat die middenpositie. Mm-hmm. Hè? Maar ik, in principe, als ik hem op een ander moment zou waarnemen, zou ik hem ook ergens anders kunnen. Maar klopt het dat voor dat ene individuele deeltje, dat er dus ook een kans is dat als ik hem een keer waarneem, dat hij dan achter de muur, dat ik hem achter de muur waarneem? Ja, dat is een hele goede vraag. En het antwoord is waarschijnlijk ja. En dat heeft te maken met, als je de kwantummechanica combineert met de relativiteitstheorie, dan blijken verschillende stukken ruimte met elkaar gecorreleerd te zijn. En dan kun je niet meer zo eenduidig praten over de positie van een deeltje. En dan is het volgens mij, dat is allemaal heel technisch. Dat gaat onder de naam de stelling van Rees-Lieder. En ik doe net alsof ik er verstand van heb, maar dat is super technisch. Maar inderdaad, de zou volgens mij, is dat in theorie mogelijk. Ja. Nee, maar ook zeg maar in die dubbelspleet experimenten. Je hebt dan zo'n gevoelige plaat erachter. Maar stel dat die gevoelige plaat doorgaat door de muur heen. En ook aan de andere kant van de muur doorgaat. Ja. Als je dat experiment uitvoert, kan het dan zijn dat een aantal elektronen ook daadwerkelijk achter die muur op die plaat gemeten worden? Ja, in principe is dat quantum tunneling, denk ik toch, wat je beschrijft. Dus dat kan. Dus het zou kunnen. Ik probeer het even helder te krijgen. Dus één van mijn deeltjes, het kan dus zijn, er is dus een kans dat één van mijn deeltjes op het moment dat ik een waarneming doe, aan de andere kant van de muur. Ja, ik denk het wel. Ja. Maar hoe zit het dan? Maar zou dat dan betekenen, zeg maar, dat ik als persoon ook een keer opeens, pats, achter die muur zit? Ja. Of is dat gewoon statistisch? Dat is statistisch, maar dat heb je in de klassieke... Kijk, dat is hetzelfde als bijvoorbeeld deze kamer bevindt zich vol met zuurstof. Ja. Dus we hoeven in deze kwantummechanisch. Dit is gewoon klassieke 19e-eeuwse Maxwell die zei van, deze kamer bestaat uit zuurstofmoleculen of atomen. We hadden geen idee wat atomen waren natuurlijk. Ja. Überhaupt bestaan atomen? Bleek later. Maar dan kun je met dat idee van die atomen kun je allemaal thermodynamische eigenschappen, zoals druk. Maar er is dus een hele minieme kans dat straks al die moleculen daar in dat hoekje zitten en wij stikken. Ja. Die kans is er. Ja, statistisch precies. Gezien is die kans er. Maar statistisch gezien kun je ook zeggen dat de kans dat het ergens ooit in het universum is gebeurd is al belachelijk klein. Dus dat het hier op deze plek gaat gebeuren. Nou, ik zou me er geen zorgen over maken. Nee, oké, maar eigenlijk als je die vergelijking maakt, hè, van de kans dat er één zuurstofatoom daar zit. Nou, dat is gewoon heel aannemelijk. Hè, want er zit er waarschijnlijk wel eentje. Maar dat de kans dat er twee zitten is al een stuk kleiner. Hè, en de kans dat er 3 en 4, 5, 10 tot en met 25 zitten. Ja, precies. Ja. Dus kijk, dan wordt het op een gegeven moment heel klein. Het probleem is natuurlijk ook dit soort vragen. Dit is natuurlijk, ik heb dit soort vragen wel eens vaker gehad. En het lastige is ook, kijk, als je in de kwantummechanica iets uitrekent, of überhaupt iets in de natuurkunde, dan spreken we over bolsymmetrische koeien in een vacuüm, hè?
laadstofatoom kun je nog exact doorrekenen. Tenminste, ja. Niet hè, met de oude kwantummechanica. Met de nieuwe relativistische kwantummechanica kan dat al niet eens. Maar we kunnen in ieder geval het spectrum afleiden. Nou, stop je de twee atomen bij elkaar voor een molecuul, dan moet je al benaderen of een computer gebruiken. Dus dit soort vragen, ja, wat voor wisselwerkingen zijn er allemaal? Wat is de golffunctie van zo'n deeltje in zo'n licht? Ja, dat is allemaal zo machtig ingewikkeld. Dus dat, dat is gewoon niet door te... Dus ik zeg altijd van, ja, ik denk dat het wel mogelijk is, maar... Ja, in mijn idee is het misschien voor één of twee deeltjes is het mogelijk dat ik inderdaad achter die muur zit. Maar ik denk het niet eens. Als ik het intuïtief moet afschatten, zou ik zeggen dat de kans voor één deeltje al nihil is. Daar zou ik niet, ik zou er niet op wachten als ik jou was. Nee, maar waarom ik het vraag is, omdat natuurlijk veel mensen daar, die er geen verstand van hebben, natuurlijk daarmee bezig zijn van, joh, teleportatie dus misschien in de spirituele wereld, dat ik opeens ergens anders ben of iets dergelijks. Ja. Maar ik denk dat je, dat als je gewoon het gaat doorrekenen, dat die kans zo ongelooflijk klein is, dat het gewoon niet eens... Ja, je ziet natuurlijk ook dat kwantummechanica echt door de Deepak Chopra's en dat wordt gewoon zo misbruikt. Kijk, en ik ben niet, ik wil niet vanuit een ivoren toren zeggen, oh, je mag geen kwantummechanica gebruiken. Maar mijn ervaring is ook dat die mensen het zelf gewoon echt niet begrijpen. Die gewoon dingen beweren. Ik heb ook wel eens een discussie gehad met iemand dat ging over dat boek van, god, hoe heet ze nou? The Field? Ken je dat toevallig? Nee. Nou ja, die gebruiken allemaal kwantumtermen. We leven allemaal in een kwantumveld en we zijn allemaal met elkaar verbonden. En dan denk ik van, ja, het is gewoon echt flauwekul. Ja. Of flauwekul, ja. Ja, of in ieder geval, vanuit de natuurkunde kun je dat niet op die manier onderbouwen. Nee, het is spiritualiteit. Het is een beetje wat apologeten bijvoorbeeld met christendom probeert te doen. Hè? Gewoon van godsbewijs. Want de oerknal was het allereerste begin. Dan hebben we God nodig. Dan denk ik van, maar dat je überhaupt al dat nodig hebt. Ja, ik weet niet. En het zijn allemaal van die uitgekoude argumenten. Ik ben zelf ook... Nou, ik ben zelf ook veel bezig met spiritualiteit. Ik lees ook boeddhistische teksten en ik mediteer ook wel eens op mijn kussentje. En ik heb ook een klankbordje. Maar ik probeer dat niet aan natuurkunde te reuteren. Nee, precies. Dus natuurkunde zit ook gewoon in een bepaald domein. Het kan zijn dat er nog daarnaast iets anders is. En ik vind het heel interessant bijvoorbeeld David Boom, die heeft bijvoorbeeld met Krishnamurti allemaal gesprekken erover gehad. En ook natuurlijk de Dalai Lama, die interesseerde zich daar heel erg voor. En ik denk ook niet, je moet het niet plat slaan en zeggen van het is bij voorbaat allemaal flauwekul. Maar wat er tot nu toe over die relatie, die vaak in vooral goed verkochte boeken wordt gelegd. Ja, dan denk ik van nee. Ja, dat gaat dan te ver. Het is echt pseudowetenschap. Ja. Maar het verkoopt wel goed. Misschien moet ik het ook gaan doen. Dat is een ander argument. dat is kwantummechanica. Relativiteit in de andere kant van het spectrum. Ja. Wat kunnen we daarover zeggen? Dat heeft ons hele beeld ook wel veranderd, toch? Absoluut. Ja, nou ja, dat heeft bijvoorbeeld laten zien dat klokken, dat tijdsduren verschillend. Hè, dus dat bijvoorbeeld als je twee punten op een tafel neemt. En je hebt een snapje, je kunt verschillende paden afleggen tussen twee. Je kunt een toeristische route nemen, wat wij op de weg hierheen hebben gedaan. Een paar keer afslag gemist. En nou, hoppakee, en dan kom je zo een half uur later. Maar je hebt ook de kortste weg. En met tijd is dat ook zo. Je kunt twee gebeurtenissen nemen in de geschiedenis. En dan heb je dus verschillende paden tussen die twee gebeurtenissen. Okay. En de klokken zullen verschillend lopen tussen die twee over die twee paden. Ja, en dat is gewoon een waargenomen feit. Hè? Dat is waarom Google Earth jou op de meter nauwkeurig ergens heen kan leiden. Dat is waarom satellieten werken. Dat is gewoon dat is waarom een deeltje sneller werkt. Ja, want het, zeg maar, het beeld wat de meeste mensen zullen hebben is denk ik dat we qua ruimte zeg maar in een hele grote, oneindig grote bak. Een onzichtbare container. Zitten, daar zitten. En daar is een tijd die loopt. Ja, dat is hoe Newton het, hè? Een soort oneindige stroom. Ja precies. Dat ruimte dus een soort van een onzichtbaar toneel is, wat volledig passief is. Ja. En dat tijd een soort van eeuwig, voor iedereen gelijk stromende rivier is. Nee, dat klopt inderdaad niet. Nee, dat is ruimte en tijd blijken verbonden te zijn, ten eerste. Dus dat is nodig omdat we meten dat de lichtsnelheid voor al iedereen die met een constante snelheid reist, is de lichtsnelheid gelijk. Nou, dat is natuurlijk heel gek, want als je op de snelweg naast een auto rijdt die 50 of 100 kilometer per uur op de snelweg rijdt en jij ook ten opzichte van het wegdek, dan staan jullie stil ten opzichte van elkaar. Ja.
En waarom zeg je dat? Nou, je zegt, ik rij 100 ten opzichte van een wegdek. Deze persoon ook, 100 en 100 is 0, dus die persoon staat stil ten opzichte van mij. Ja. Maar met licht gaat dat dus niet meer op. Als je met 50% of met 99%, laten we het een extreem doen, met 99% parallel langs een lichtstraal reist, dan zul je nog steeds gewoon meten dat de lichtstraal met de lichtsnelheid gaat en niet met 1% van de lichtsnelheid. Wauw. En waarom is dat zo? Ja, dat is omdat ruimte en tijd gekoppeld zijn. En dat klinkt een beetje vaag, maar het komt er eigenlijk een beetje op neer dat je kunt aantonen in de relativiteitstheorie. Dat is een beetje heuristisch hoor, dat moet je met een flinke berg zout nemen. Maar in de ruimte-tijd heeft iedereen dezelfde snelheid, namelijk de lichtsnelheid. Kun je een beetje zo... Mm-hmm. En vervolgens kun jij die snelheid verdelen over de ruimte en over de tijd. Dus als jij heel veel van die lichtsnelheid verdeelt over de ruimtelijke richtingen, dan ga jij ten opzichte van iemand anders dus veel langzamer door de tijd. Het is een soort weegschaal. Ah, oké. Okay. Dat is een beetje heuristisch hoe je dat kunt interpreteren. Het is een beetje alsof jij bijvoorbeeld als jij van vroeger op het schoolplein, als je van de ene naar de andere kant wil, waarom duurt het langer als jij schuin gaat? Nou, omdat jij je beweging verdeelt over twee verschillende richtingen, namelijk over noord-zuid en oost-west. Kun je dat zo zeggen? Beetje zo. Dus je verdeelt je beweging over meerdere richtingen. Terwijl als jij gewoon rechtdoor gaat, dan verdeel jij je beweging maar alleen maar over de oost-west richting. Ja, en dus ben je het snelst aan de andere kant. Nou, zo kun je het een beetje bekijken. Dus als je het niet verdeelt, in zijn geheel niet verdeelt zeg maar, over de ruimtelijke dimensie, dan sta je stil. Ja, ja. En dan ga je alleen maar in één... Ja, dus jij staat stil ten opzichte van mij. Dus ik zeg, jij verdeelt jouw ruimte, tijd, lichtsnelheid, wat natuurlijk ook alweer een beetje esoterisch klinkt, maar die verdeel jij volledig over de tijd. En daarom zullen onze klokken even snel lopen. Ja, okay. Maar als jij gaat bewegen, dan ga jij een deel van die snelheid verdelen over de ruimte. En dan zeg ik, maar dan hou jij minder snelheid over voor je tijdsrichting. Dus gaat mijn klok dan langzamer? Langzamer, ten opzichte van mij. Okay. Maar jij zegt precies hetzelfde van mij natuurlijk. Ja, precies. Dus dat is wel handig om het op die manier te zien. Dat vind ik zelf altijd een intuïtieve manier om ernaar te kijken. Ja. Eigenlijk is het gewoon alles wat we wisten over ruimte, dat heeft Einstein doorgezet naar ruimte. Zelfs de stelling van Pythagoras blijkt ook in de ruimte-tijd te gelden. Okay. Dat doen we dan een ruimte-tijd-interval. En, daarmee kun je het allemaal afleiden. Ja. Ja. Maar het klopt dus wel dat als ik in een raket stap en ik ga een jaartje bijna met de snuit van het licht omhoog, de ruimte in. En ik kom dan weer na een jaartje terug. Dan ben ik 2 jaar ouder. Maar dan zijn de mensen op aarde zijn meer dan 2 jaar ouder, toch? Ja, veel meer, ja. Ja, dat is dus... Dat is ook echt zo. Dat is echt zo, ja, absoluut. Dat is, want dat wordt bijvoorbeeld een heel simpel voorbeeldje is muonen. Dat zijn deeltjes, een soort van zware broertjes van elektronen. En die zijn heel instabiel. Dus die vallen na 2,2 microseconden, geloof ik, uit elkaar. En die worden in de atmosfeer gevormd door kosmische straling. Dus kosmische straling van buitenaf komt bij ons in de lucht. Daardoor ontstaan muonen. Die gaan met een hele hoge snelheid. Maar ja, ze donderen ook na een fractie van een seconde uit elkaar. Dus je kan uitrekenen hoeveel van die deeltjes komen hier op aarde. En als je dat naïef doet, dan zul je meten dat er heel weinig muonen kunnen aankomen. Want er is gewoon te weinig tijd. Ze vallen zo snel uit elkaar. Ah, okay, maar dan ga je dat vervolgens meten en dan blijken er heel veel muonen op aarde aan te komen. Hoe kan dat? Nou, die muonen die gaan zo snel dat hun klok een factor 20 keer langzamer loopt dan die van ons. Dus zij zeggen van, maar ik heb alle tijd. Ja, ik verval wel, maar ja, mijn klok gaat 20 keer langzamer. Wow. Dus ik verval ook, ik kan veel meer afstand afleggen. Ja. En dan zou je zeggen van, hoe zit dat dan met die afstand? Nou ja, die muonen die zullen juist meten dat de afstand tussen hun en het aardoppervlak met diezelfde factor 20 wordt ingekrompen. Nou, en als je dat allemaal doorrekent en nameet, dat is in de jaren 60 geloof ik gemeten, dan blijkt inderdaad... Dat zo is. Maar ook een deeltjesversneller zou niet kunnen functioneren als wij geen... Die deeltjes gaan natuurlijk met 99,999. Dus die klokken die gaan een factor, 30, 40, 50, 100 keer misschien wel langzamer. Ja, als je daar geen rekening mee houdt, dan kloppen al je metingen niet. Dus het is een onvoldongen feit dat tijd relatief is. Er is niemand die daaraan twijfelt. Of er is geen natuurkundige die daaraan twijfelt. Maar is het zo dat dan zeg maar voor een foton, hè, een lichtdeeltje, dat dan de tijd gewoon stilstaat? Ja. Het probleem daarmee met die stelling is,
is je kunt niet een foton gaat altijd met ten opzichte van jou met lichtsnelheid. Dus je kan niet in het ruststelsel van een foton gaan zitten en je klok gaan vergelijken. Het enige wat je kunt zeggen, als je willekeurig dicht op de lichtsnelheid gaat zitten ten opzichte van iemand, dan zal jouw klok willekeurig langzaam gaan lopen. Maar een foton, ja, het probleem met een foton is, dat is geen ruststelsel, want ja, een foton gaat altijd met lichtsnelheid. Dus je kunt niet naar een ruststelsel van een foton gaan en klokken gaan vergelijken. Dus dat maakt het theorie een mierenneuker zal zeggen van ja, dat is niet gedefinieerd. Dus daarom doe ik het maar met een limietje. Ja. Als je willekeurig dicht op de lichtsnelheid gaat zitten, gaat je klok willekeurig langzaam lopen. Maar wat ik zelf heel interessant vind, is bijvoorbeeld die beelden van de USS Nimitz met die UFO's en zo. Ja. En die ik ben al jaren helemaal gek van. Ik vind het fantastisch. En een veel gehoord argument is, ja, maar als de Melkweg 100.000 lichtjaar groter is, dan kunnen die buitenaardse wezens hier nooit komen. Maar dat is een flauwekul. Want als een buitenaards leven met zo'n wezen met een enorme snelheid gaat, dan kan hij makkelijk in zijn eigen, volgens zijn eigen klok in een dag die Melkweg doorcruisen. Ah, ja, tuurlijk. Ja, als je dan weer terugkomt, dan is het 200.000 jaar verstreken voor de achterblijven. Dat is een beetje sneu. Maar ja, interstellair reizen is dus, tijd is geen restrictie. Energie wel, maar tijd niet. Dan moet ik denken aan de Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ja, of Interstellar natuurlijk. Hè. Dat is ik heb laatst een cursus over zwarte gaten gegeven. En dan ben ik in één avond, heb ik Interstellar helemaal ontleed. Ja. En heb je natuurlijk die fantastische scène waarin ze na 23 jaar... Ja, dat is gewoon... Ja. Dan pas denk je van... Dan zegt zij ook letterlijk van... Ik dacht dat ik voorbereid was door de theorie. Maar natuurlijk ben je dat niet. Nee. En dan zie je weer het verschil tussen theorie en... Ja, precies. Fantastische film, daar heb ik ook al tegen mijn leerlingen gezegd. Je moet Interstellar kijken. Je hoeft voor mij geen toets te maken. Ja, dat is voor de nerds. Waarom is relativiteit en kwantummechanica dan niet zo goed te verenigen? Ja, dat is algemene relativiteit. Dus dat is zwaartekracht. Ah, okay. Ja, dus die speciale relativiteitstheorie zonder zwaartekracht, die hebben we verenigd met de kwantummechanica. Want dat is die kwantumveldentheorie. Ah, oké. Maar daar wil ik straks ook nog even over hebben. Ja, dat heb ik ook in mijn boek proberen. Ja. Want dat is eigenlijk iets wat heel vaak in boeken niet te sprake komt. Omdat het best wel heel technisch is. Ja. Je kunt het goed uitleggen hoor, denk ik. Maar het is wel technisch. Maar als je inderdaad die kwantummechanica met Einsteins theorie van zwaartekracht, dus de algemene relativiteitstheorie, wilt combineren, ja, dan kom je op allerlei ellende uit. En er zijn verschillende redenen voor. Maar een van de redenen is dat als je bijvoorbeeld... stel je hebt een leeg stukje ruimte-tijd. En je gaat daarop inzoomen. Volgens de relativiteitstheorie zal die ruimte-tijd zich altijd mooi glad netjes gedragen. Dat is een axioma van de theorie. Dat de ruimte-tijd met een gladde structuur... wiskundigen noemen dat een variëteit, dat een mooie gladde structuur heeft. Geen gekkigheid. Hoe ver je ook inzoomt, het blijft altijd mooi gewoon vlak. Vlak is vlak. Maar in de kwantummechanica en in de kwantumveldentheorie is de hele ruimte gevuld met kwantumvelden die een beetje schommelen. Dus waarbij de energie, waarbij de fluctuaties zijn. Energie is wel behouden, maar er zijn fluctuaties. En die fluctuaties, die zullen volgens Einstein, dat zijn energiefluctuaties, die zullen de ruimte-tijd krommen. Dus als je ver genoeg gaat inzoomen, dan zullen die kwantumfluctuaties op een gegeven moment die gladde structuur gaan vernachelen. Ja. En dat is dus een fundamentele tegenspraak. En als je nou vervolgens die twee theorieën probeert te combineren, ja, dan blijkt dat doffe ellende op te leveren. Kunnen we dat ook meten? Nee. Op dat niveau? Of is dat gewoon te klein? Nee, want dan moet je naar de zogenaamde Planckschaal. Dan heb je een deeltjesversneller nodig die groter is dan onze Melkweg, geloof ik. Ah, oké. Dus nou ja, succes met subsidie. maar dat is ook het probleem. Dit zijn fenomenen. Dit noemen we naar kwantum zwaartekracht. Dat zijn fenomenen die gewoon ver voorbij het meetbare liggen. En dan hebben we alleen maar theorie als leidraad om ons te begeleiden in de zoektocht daarnaar. Ja, en dat blijkt gewoon, dat is gewoon geen succesverhaal, kunnen we wel vaststellen. Maar nog steeds dus niet? Nee. Nee, er zijn wel allerlei voorstellen, zoals SNA-theorie, Lusquantum zwaartekracht. Nou, er zijn nog wel andere voorstellen, maar nee, begrijpen we gewoon niet, punt. En als we een experimentje zouden doen, als we bijvoorbeeld een minuscuul zwart gat zouden hebben, wat volgens Hawking dan straling zou moeten uitzenden en wat... Dan zouden we een meting kunnen doen. Dan zouden we kwantum zwaartekracht kunnen meten in een lab. Maar dat, Ja, want ik heb ook wel eens gehoord dat ze nu wel zwaartekrachtsvelden hebben om
detect, toch? Golven. Golven, ja. Oh, dat is wat anders. Ja, maar die golven gaan toch in een veld of iets? Ja, dus dat zijn eigenlijk rimpelingen in de ruimtetijd. Ja. Ja, dus Einsteins theorie die voorspelt dat zwaartekracht, als bijvoorbeeld twee sterren op elkaar botsen. Nou ja, je kunt eigenlijk zeggen, als je een elektrische lading hebt, een deeltje, een elektrisch geladen deeltje, en dat versnelt, dan zal dat straling gaan uitzenden. Dat is wat Maxwell al in de 19e eeuw ontdekte. En hetzelfde blijkt te gelden voor massa. Als massa versnelt, dan gaat het zwaartekrachtsgolven uitzenden. Oh, okay. Alleen die zwaartekracht, dus op precies dezelfde manier ook. En je kunt ook laten zien dat de onderliggende vergelijking vrijwel identiek zijn. Dus dat is heel, heel nieuwsgierig natuurlijk. Alleen het effect is super, 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 super zwak, omdat zwaartekracht super, 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 super zwak is. Maar is het hetzelfde als dat je een steen in een vijver gooit, dat het gewoon gaat rimpelen? Ja, alleen dit is dus geen rimpeling in de ruimte, maar een rimpeling van de ruimte. Oh ja, oké. Okay. Dat is lastig, want als je bijvoorbeeld één dobbertje hebt in het water en je gooit een steentje erin, dan gaat die dobber op en neer. Dat zie je. Ja. Maar als jij één dobber ergens in de ruimte zou hangen om die zwaartekrachtsgolven te meten, ja, die dobber zie je niet heen en weer gaan. Want dat is de hele ruimte die golft. Dan moet je echt twee dobbers hebben die ten opzichte van elkaar. Oh ja. En dan kun je het meten. Nou, dat hebben ze dus met lasers en interferometrie. Dat is technisch is dat gewoon bizar, hè? Bizar. Ja, het is bizar. Ja. Daar word je bijna religieus van. Je ziet dat mensen dat voor elkaar krijgen wanneer ze elkaar niet de hersens inslaan, denk je van, oh, er is nog hoop. Ja, ja. Maar maar die zwaartekrachtsgolven, en het grappige is dat iedereen zei, oh, Einstein voorspelde zwaartekrachtsgolven. Nee, Einstein publiceerde in de jaren 30 nog een artikel waarin hij zei van, ja, die zwaartekrachtsgolven, dat is gewoon een wiskundig iets, dat moeten we niet serieus nemen, die bestaan niet. En ik weet niet of hij daar altijd zo over is blijven denken. Maar uiteindelijk zijn ze gemeten. Dus 100 jaar nadat Einstein met zijn theorie kwam. Dus dat is wel een heel mooi verhaal natuurlijk. Wauw. Ja. Maar goed, Einstein die gaat er dus vanuit dat space-time, de ruimtetijd, dat sowieso kan buigen, maar het kan dus ook golven. Ja. Dus door die, het is niet materie, maar het spul waar waaruit dat gemaakt is. Ja, materie, energie, in principe, dus energie. Dat buigt, dat golft. Dat, dus het wordt altijd vergeleken met een rubber sheet, hè, met een rubber doek. Wat indeukt. Ja. Maar ja, als je een flinke tik op dat rubberen doek geeft, dan gaat het natuurlijk ook een beetje trillen. Ja. Je moet het ook weer met een berg zout nemen, want dit is natuurlijk een tweedimensionale voorstelling van iets wat vierdimensionaal is. Dus het is allemaal heel beperkt, maar dat geeft je wel een intuïtief beeld. Hè. Dat is ook de reden bijvoorbeeld waarom, wat ik met leerlingen wel eens heb gedaan, dan ging ik een doek met een zware kogel in het midden en dan gingen we pingpongballetjes over dat doek heen werpen. En dan zie je natuurlijk dat het pingpongballetje wordt afgebogen door de kromming van dat doek. Ja, dat komt dus eigenlijk door de zwaartekracht van de aarde. Dus je moet er niet te veel, je moet het niet te ver doortrekken. Ja. Maar het geeft je wel een aardig beeld van wat zwaartekracht is. Het is eigenlijk gewoon een meetkundig effect. Iets wat de Grieken natuurlijk fantastisch hadden gevonden. Hè? De oude Grieken hadden hier helemaal op hyper geventileerd. Oeh, alles is meetkunde. Nou ja, maar je begon ook over een deeltje, zeg maar, wat waar geen kracht op wordt uitgeoefend. Dat blijft gewoon in zijn beweging doorgaan, toch? Ja. Maar wat jij zegt, is dat vlak bij de aarde is de ruimtetijd gekromd door die massa van de aarde. Dus als ik zeg van een dat deeltje, dat gaat gewoon zonder een kracht. Ik probeer het eventjes zonder een kracht. Gaat het gewoon rechtdoor. Maar rechtdoor betekent ten opzichte van die gekromde ruimtetijd. Ja. Dus hij gaat eigenlijk gewoon precies de vorm, zeg maar, van die gekromde ruimtetijd gaat hij door. Ja, dus je kunt aantonen dat de eerste wet van Newton zei van, als ergens geen kracht op werkt, dan legt het gewoon een rechte lijn af, constante snelheid. Ja. Dus een rechte lijn door de ruimtetijd, zou je kunnen zeggen. Maar een rechte lijn door ruimtetijd. Een gekromde ruimtetijd is eigenlijk een kromme lijn. Ja, dat noemen we een geodeet. Dat is hetzelfde als bijvoorbeeld op aarde. Ja, als je op je vlucht, hoe groter je vlucht is, hoe meer je zult zien dat, dat je op een gegeven moment denkt van, als je op zo'n schermpje kijkt van, wat doen we met die gekke boog? Ja, dat is gewoon een groot cirkel. Dat is een geodeet. Je legt een geodeet af. Maar als je die geodeet vervolgens projecteert op een vlak scherm, dan lijkt het een gekromde lijn die veel langer is dan het uiteindelijke pad. Want dat komt natuurlijk door die projectie, omdat die projectie, de landen die veranderen natuurlijk ook van verhouding. Hè? De Noordpool wordt helemaal uitgerekt tot een lijn. Ja. Maar dat is in principe wat Einstein zegt. Alles waar geen kracht op werken. Zwaartekracht is geen kracht. Dus alles waar alleen zwaartekracht op werkt. Zwaartekracht, dus aanhaling. Ja, precies. Volgt een geodeet.
Ja. In de ruimte-tijd. Dus niet alleen in de ruimte, maar echt in de ruimte-tijd. En je kunt dus laten zien dat als, nou, als dit flesje naar beneden valt, dan volgt het een geodeet in de ruimte-tijd. Ja, maar dan eigenlijk, dan blijft er toch niks meer over van kracht. Van het hele idee van kracht. Van zwaartekracht, laat ik het zo. Nee, van zwaartekracht niet, nee. Maar van anderen, er zijn wel andere krachten. Ja, ja, precies. Je hebt bijvoorbeeld ook een normaal kracht, die van de tafel. Ach, grappig. Dus je moet echt, maar dat vind ik zo fascinerend aan, als je dus dat soort vakken gaat volgen, dan moet je dus die hele Newtons, dus ik zei, op de middelbare school, dan gaat je vooroordeel gaat eruit, komt de Newton in. En dan indoctrineerde ik je met Newton. Ja. Maar vervolgens kom je op de universiteit en dan moet je bijvoorbeeld die wetten van Newton weer vervangen door Einstein. Bijvoorbeeld, heel simpel voorbeeldje, een puur elektromagnetisch veld, wat geen massa heeft, oefent wel zwaartekracht uit, want bevat energie. Dus volgens Einstein zal het naast een elektromagnetische kracht ook zwaartekracht uitoefenen. Het effect is super klein, hè, vergeleken met die elektromagnetische kracht. Dus dat mag je heel rustig verwaarlozen. Maar het effect is er. Iets hoeft geen massa te hebben om zwaartekracht uit te oefenen. Wat Newton natuurlijk wel zei. En dan moet je dus weer opnieuw intuïtie. En dat vind ik het fascinerende en ook wel het frustrerende, hoor. Dat is natuurlijk. Maar het kan dus zijn dat er dus een nieuwe Einstein geboren wordt en die alles weer overhoop gooit. Absoluut, dat gaat gebeuren. Ja. Sterker nog, we hebben nu al vanuit SNA-theorie weer een hele nieuwe ideeën over wat ruimte eigenlijk is. Dan blijkt het een soort van kwantumverstrengeling tussen bouwstenen te zijn. Ja, hoe staat het met snaartheorie dan? Ja, hoe staat het met snaartheorie? Nou ja, ik ben er al een tijdje uit, dus ik wil geen mensen beledigen. Ik check het ork, dus ik check nog wel wat voor artikelen eruit komen. Ja, kijk, snaartheorie is ten eerste, ik heb er 100 uur van mijn leven aan besteed. Dus het is fantastisch. In de zin van, als je ermee begint, dan is het heel indrukwekkend. Want wat doe je? Je zegt van, ik heb een snaartje. En dan laat de kwantummechanica op los en relativiteit, want relativiteit, dat is er ook. En dan ga je kijken, wat doet dat snaartje? Nou, dat snaartje trilt en dat brengt vervolgens allerlei deeltjes voort. En dan kun je denken van, maar dan kunnen we toch ook gewoon nog verder gaan naar een membraantje. Toch, dat kan ook. Maar dan blijk je weer wiskundige ellende en dan blijk je opeens niet een discreet spectrum aan deeltjes, maar een continu spectrum. En deeltjes kunnen dan, zijn dan niet meer lokaal. En allemaal ellende. Dus je denkt, er is blijkbaar iets heel bijzonders met die snaartjes aan de hand. Snaartjes. Nou, en een van de dingen die in snaartheorie, wat nog steeds heel indrukwekkend is, is dat er zwaartekracht ingebakken zit. Dus als je de kwantummechanica loslaat op die snaar, dan blijkt snaartheorie te zeggen van, nou prima, maar één van de manieren van te trillen, dat brengt zwaartekracht voort. Dus waarin alle andere theorieën zwaartekracht en kwantummechanica elkaar behoorlijk bijten, is snaartheorie voorspeld. En dat is echt, het is een naspeling natuurlijk, want we wisten dat zwaartekracht bestaat. Maar het is echt zwaartekracht voorspeld in zekere zin, het bestaan van zwaartekracht. Maar dan is het toch, dan zijn die twee toch wel gekoppeld aan elkaar? Ja, klopt. Snaartheorie is een theorie van kwantumzwaartekracht. Okay. En het wordt nog beter als je kijkt naar de ingrediënten. Want het blijkt ook allerlei ingrediënten te bevatten waarmee we de andere wisselwerkingen kunnen beschrijven. Zoals het standaardmodel. Dus alle deeltjes. Alle deeltjes. Oh, en dan word je enthousiast. Dus je hebt een theorie die alle deeltjes eigenlijk inclusief zwaartekracht voorspelt. Ja, in grote lijnen. Want dan komen de details. En dan gaat er nu klinkt er een duistere muziekje op de achtergrond. En dan blijkt gewoon dat bijvoorbeeld diezelfde kwantummechanica zegt, van, nou prima, snaartjes, zwaartekracht, andere krachten, in grote lijnen. Maar ja, het werkt alleen in 10 dimensies. Dat denken we. Het werkt alleen met 10 dimensies. Oké, 10 dimensies. 10 dimensies. Nou, dan moeten we de 6 oprollen. Want er zijn maar 3 ruimtelijke dimensies. Er zijn blijkbaar 9 volgens snaartheorie, plus 1 tijd, 10. Oké, dan moeten er heel veel kleine dimensies zijn. Nou, zes. Nou, prima. Dat. Misschien hebben we die nog niet gezien. Hè? Net zoals dat we kwantumeffecten niet zien naar relativiteit. Dat is dan het argument. Maar er blijkt ook nog iets te moeten zijn als supersymmetrie. Een nieuw soort symmetrie, want anders werkt het hele verhaal niet. Nou, en dat werkt ook, als je dat uitwerkt, dan blijkt die supersymmetrie op die snaar, die blijkt zich fantastisch te vertalen naar supersymmetrie in onze ruimte-tijd. Maar we meten het niet. Het zou volgens allerlei argumenten, zouden we nu in de versnelle supersymmetrie moeten aantreffen en we meten het gewoon niet. En we weten ook al dat het gebroken moet zijn, want om allerlei redenen, maar prima. Ja, en dan zie je op een gegeven moment dat wat begon als een fantastisch mooi verhaal, nogmaals,
En Vincent, ik heb ik wel eens horen zeggen van het is allemaal gebakken lucht. Of ik weet niet precies hoe je het verwoordt. Ik denk van ja, dat vind ik wel te makkelijk. Nou, Lies Molin volgens mij. Lies Molin, ja. En Pieter Woyt, dat waren natuurlijk de grote tegenstanders. Want ja, kijk, wat je nu ziet is dat op een gegeven moment snaartheorie, het had hele grote verwachtingen. Het zag er fantastisch mooi uit, absoluut. En nogmaals, als je die details een beetje doorwerkt, denk je in het begin van, wow, what the fuck, dit is echt indrukwekkend. We zijn er. Ja, en dat dacht men ook, hè, in de jaren 80 van, en dan blijken er bijvoorbeeld toch 5 verschillende snaartheorieën te zijn. Oh, 5. Nou, we hadden gehoopt op 1. Oké. Nou, die blijken via allerlei super ingewikkelde dualiteiten, hè, een soort bruggetjes, blijken ze toch weer aan elkaar gerelateerd te zijn. Dus het blijkt een heel netwerk te zijn. Oké. Ja, hoe verbind je het nou aan wat we meten? Dat standaardmodel van die wisselwerkingen. Kunnen we dat nou beschrijven uit snaartheorie? Ja, en dan loopt het gewoon vast. En dan weten we gewoon eigenlijk niet wat we moeten doen. En dan blijkt dus bijvoorbeeld dat we die extra ruimtelijke dimensies, die geven niet één soort standaardmodel in snaartheorie, maar 10 tot en met 8000. Zo. Nou ja, in ieder geval zijn getallen die gewoon onvertelbaar zijn. Ja, en dan zie je iets heel interessants komen, want dan zijn er dus mensen die zeggen van ja, maar dat is logisch, dat is een voortzetting van de Copernicaanse revolutie. Snaartheorie vertelt ons dat er niet één heelal is, maar dat er heel veel heelallen zijn. En die worden allemaal gerealiseerd. Dat is de centrale boodschap van snaartheorie. Okay. Ja. Nou, dan heb je het weer over ontologie. Het multiversum, ja. Ja, ja. En dan zie je dat sommige mensen daar helemaal mee weglopen. Terwijl ik denk van, nou, laten we eerst eens contact maken met onze wereld. misschien is het ook wel een hint van snaartheorie. Van jongens, we zijn totaal op de verkeerde weg bezig. En dat denk ik. Ik denk uiteindelijk niet dat het ons die alomvattende theorie gaat brengen om allerlei redenen. Maar, nou, je had het net over Copernicus. Ja. Is het niet eigenlijk weer een beetje hetzelfde als dat Copernicus toen deed? Met die schijven en die... Nou ja, dat is... Dat je het uiteindelijk zo ingewikkeld maakt dat je zo'n wiskundig construct... Ja, dat gevoel zou je heel goed kunnen krijgen. Ja. En ik denk ook wel... En dan zie je dus bijvoorbeeld wat Lies Molin, de grote kritiek van Lies Molin was niet zozeer op snaartheorie zelf, maar dat er zoveel mensen daarop gingen werken. En dat op een gegeven moment bepaalde dingen gewoon niet blijken te kloppen. Bijvoorbeeld, de verwachting was 1 theorie en we krijgen er 10 tot en met 500 of 1000. En dan gaan mensen, het is een soort van cognitieve dissonantie. Hè? Van, oh, maar wacht even. Je hebt er zo geïnvesteerd. We hebben zoveel geïnvesteerd. En ja, maar we hebben de theorie gewoon, de theorie is wel juist, maar wij snappen het gewoon niet goed. Ja. Eigenlijk een beetje wat ook in Bijbelse tijden, dat is een heel ander verhaal. Maar je ziet, in religie zie je dit ook ontstaan. Ja. Met profetieën die niet uitkomen. Ja, maar de profetie klopt wel. Ja. Wij snappen het gewoon niet goed. En daarmee doe ik me misschien een beetje het vakgebied wat tekort. Want er gebeuren ook wel hele mooie dingen. Maar je ziet toch wel dat snaartheorie als die ultieme theorie van alles. Ja, ik denk dat we gewoon hele nieuwe principes nodig hebben. Voorbij kwantummechanica, voorbij relativiteit. Ja, maar ja, zeg maar wat, want we hebben geen experimentele houvast. Is er geen alternatief op dit moment? Van snaartheorie? Ja. Ja, bijvoorbeeld lusquantum zwaartekracht. Maar ja, dat is ook weer... Ik heb me daar ooit wel eens proberen in te verdiepen. Dan vond ik nog ingewikkelder dan snaartheorie. Ja, want daarmee kon ik dingen uitrekenen. Met lusquantum zwaartekracht dacht ik op een gegeven moment helemaal van... Ja, wat zijn we hier aan het doen, joh? Wat is dit? Ik snap het. En dat zegt meer iets over mij, hoor, misschien. Maar... Als je de gemiddelde natuurkundige vraagt van... Goh, hoe zit het met lusquantum zwaartekracht? Zou die zeggen van ja, geen idee. Volgens mij ligt dat ook... Wauw. Dus er is eigenlijk... Nou ja, kijk, en een van de dingen die wat wel een hele belangrijke zijweg van snaartheorie is gebleken... Is dat noemen we holografie. Dus dat theorieën... Dat er holografische verbanden bestaan tussen theorieën... Die ons weer nieuwe inzicht geven in hoe bijvoorbeeld ruimte en tijd misschien... Oh, yeah. Want het blijkt bijvoorbeeld dat bepaalde snaartheorieën op papier, die niks te maken hebben met onze werkelijkheid, maar die dus zwaartekracht beschrijven, die blijken duaal te zijn, dus eigenlijk stiekem hetzelfde, aan een theorie zonder zwaartekracht. In één dimensie lager. Oh, oké. Dus het is een beetje, ik vergelijk het dan wel eens een beetje, het is net alsof je een één-op-één relatie hebt tussen een handleiding van een IKEA-kast en een appeltaart. Nou, als er een 1-op-1 verband bestaat tussen beide handleidingen, dan kun je met die IKEA-kast een appeltaart bakken. Ja. Je had het nooit verwacht. Nou, dat is eigenlijk wat snaartheorie nu misschien nog wel, wat misschien nog wel de belangrijkste aftakking van snaartheorie is dat het ons dat holografische principe heeft gegeven.
Wat ook weer heel erg mooi zich verbindt met zwarte gaten en zo. Maar dat is, nou ja, dat is een hele podcast op zich. Maar dat eigenlijk misschien zwaartekracht dus weer, ja, als het beschreven kan worden met theorieën waar helemaal geen spoortje van zwaartekracht is te ontdekken. Wat zegt dat dan over ruimte en tijd? En wat zegt dat over zwaartekracht? Nou ja, dat zijn inzichten waarvan ik zeg, dat is de, dat wordt over 100 jaar, denk ik, met mijn glazen bol, wordt dat gezien als de belangrijkste rol die snaartheorie heeft gespeeld. Niet om die ultieme theorie van alles af te leiden, want ja, ik geloof daar persoonlijk helemaal niet meer in. Maar in de inzichten die het ons heeft gegeven over de aard van ruimte en tijd. En dat uiteindelijk zal blijken dat we iets totaal anders moeten. Maar jij zegt dat, dat ruimte en tijd dan mogelijk een soort van illusie is of zo? En, nou, een emergent. Net als een hologram. Ja, dus je hebt de illusie, zeg maar, dat het is. Maar het is dat is ook weer iets. Is dat holografische principe toepasbaar op ons heelal? Nee. Want om allerlei technische redenen blijkt dat weer alleen maar over heelallen te gaan die op papier bestaan. Maar wat het wel zegt, is bijvoorbeeld dat blijkt ook een beetje uit wat Stephen Hawking met zwarte gaten heeft gedaan. Dat de ruimte-tijd, zoals wij dat kennen, dat een soort van, ja, soort van emergent fenomeen is. Net als de lucht om ons heen. We dachten heel lang dat of water, als je water, dat ziet eruit als één geheel. Maar als je gaat inzoomen, dan blijken de watermoleculen te bestaan. En als je die watermoleculen afzonderlijk zou bestuderen, zou je nooit achter de eigenschappen van water zijn gekomen. Nee. Dus dat water, bijvoorbeeld, dat het vloeibaar is, dat emergeert vanuit de wisselwerkingen van die watermoleculen. Dus het is een emergente eigenschap, vloeibaar zijn bijvoorbeeld. En op dezelfde manier zijn er hele sterke aanwijzingen vanuit holografie en vanuit zwarte gaten dat de ruimte ook een soort van emergent statistisch fenomeen is wat voortkomt uit iets wat veel dieper gaat, maar wat dat diepere is, dat weten we gewoon niet. Dus in die zin een soort van illusie die gecreëerd wordt. Als je ernaar kijkt, is dat je naar water kijkt en denkt dat het, nou ja, vloeibaar een vast geheel is. Maar als je goed kijkt naar waar het uit bestaat, dan... Ja, ik denk dat dat een belangrijke boodschap van snaartheorie gaat worden. Oké. Dat zeg ik met mijn glazen bolletje. Ja, nou ja, we kunnen... Laten we over 100 jaar... kom maar weer terug. Ik ga er geen weddenschap op voeren. Ja. Maar kijk, in de populaire boeken staat snaartheorie natuurlijk nog steeds als de ultieme theorie van alles. Voor mij persoonlijk is dat een doodlopende weg. Denk ik. Je had het wel net ook over kwantumvelden. Wat zijn dat? Ja, wat zijn kwantumvelden? Relativiteit zegt dat we energie en materie kunnen uitwisselen. Ja. Dus als jij bijvoorbeeld pure energie hebt, nou ja, pure energie in de vorm van fotonen weten we nu, maar energie, als je maar genoeg energie hebt, zegt ESMC kwadraat jou van, ik kan een elektron maken. Ja. En een positron om vanwege behoudswetten. Maar hoe kan dat? De gewone kwantummechanica kan dat niet verklaren, want massa is daarin behouden. Dus een elektron zal altijd en eeuwig blijven bestaan. En op een gegeven moment had men wel door van, dat klopt niet. Dus toen heeft men het concept van kwantumvelden geïntroduceerd. En het idee van een kwantumveld is dat eigenlijk iets is wat de hele ruimte doordringt. Ja, bestaat het? Wat is de ontologie van kwantumvelden? Ja. Net als een zwaartekrachtsveld. Mm-hmm. Ja, bestaat dat echt? Maar het idee van een kwantumveld is eigenlijk een soort van snoepautomaat. Je kan er geld in stoppen, energie, en dan krijg je snoepje terug. Dus als jij een elektron-kwantumveld neemt, wat hier overal aanwezig is, als jij maar genoeg energie concentreert, dan poept dat kwantumveld voor jou een elektron uit. Of twee, of drie. En wat we dan doen, is dat kwantumveld, dat leggen we de regeltjes van de kwantummechanica op. En dat leidt uiteindelijk tot het standaardmodel. En het standaardmodel is? Dat is de fundamentele theorie, voor ons nu fundamentele theorie, waarmee we alle wisselwerking en alle materie kunnen beschrijven die we meten. Dus het standaardmodel is een kwantumveldentheorie. Het is gebaseerd op velden. Dus de fundamentele eenheden, of de fundamentele, eenheden is natuurlijk een beetje een raar woord bij natuurkunde. Dat is iets anders. De fundamentele bouwstenen van de natuur zijn geen atomen, zoals je op school leert, maar kwantumvelden. Waaruit atomen. En is het, want je hebt bijvoorbeeld elektronen, kun je er nog een paar noemen? Ja, muonen, zoals we zeiden, quarks, touwdeeltjes, je hebt fotonen, je hebt natuurlijk alle de wisselwerkingsdeeltjes, dus de gluonen, de W- en de Z-bosonen, ja, precies. Higgsdeeltje. Maar heeft elk
jou zegt dat universeel, ja. Of deeltje heeft dat ook een eigen kwantumveld? Ja, eigen kwantumveld, ja. Oké. Okay. Ja. En geldt dat ook voor zwaartekracht? Het zwaartekrachtsveld? Ja. Heeft dat ook een deeltje, een graviton? Graviton? Ja, graviton. Nou ja, dat weten we niet. Ja, dat is dat die zouden we nooit kunnen meten nu. Want de zwaartekracht is heel zwak, hè? Ik zei wel eens tegen leerlingen, als ik een zakdoekje heb en dan leg ik een knikkertje op, dan trekt de hele wereld aan zwaartekracht, trekt aan die knikker en die paar moleculen in dat zakdoekje, ja, dat zijn elektrische bindingen, die kunnen dat knikkertje gewoon weer houden. Dus zwaartekracht is super zwak. En dat betekent in de regel dat je op hele kleine lengteschalen moet kijken om de aard ervan te bloot te leggen. Dus zo'n graviton, het zou kunnen dat het bestaat. Het zou kunnen dat het als een effectief deeltje, bijvoorbeeld, hè, als je bijvoorbeeld een materiaal hebt en dat breng je in trilling, dan zijn dat golven. En volgens de kwantummechanica gedragen golven zich als deeltjes en dat noemen we dan fononen. Dus dat zijn geluidskwanta, trillingskwanta. Maar die bestaan niet als fundamentele deeltjes, maar net als een wave in een stadion. Een wave bestaat bij gratie van iedereen die zo. Een wave is geen fundamentele golf. Nee. Een fonon dus ook niet. En op dezelfde manier zou het kunnen zijn dat een graviton misschien, dat het wel te gebruiken is als een soort van, ja, dat noemen we dan een, kan hij niet op de term komen, maar een quasi-deeltje zou je het kunnen noemen. Ja, dat noemen we een quasi-deeltje. Of het een fundamenteel deeltje is dat, we zeiden eerder dat ruimte misschien wel een soort van emergent iets is. Dus dan zou het heel gek zijn dat het opeens wel dat te koppelen is aan een fundamenteel deeltje. Dat denk ik niet. Ja. Maar wanneer wordt een veld, wanneer verschijnt daar dan een deeltje in? Ja. Je zegt dat als je de energie instopt, maar hoe moet ik dat zien? Is dat dan een soort van trilling van het veld? Ja. Ja, dus die velden die voldoen aan golfvergelijkingen, net als de wifi hier in deze kamer. Dus een elektromagnetisch veld, als je dat de kwantumregeltjes oplegt, wordt het een kwantumveld. En dan kan het niet meer willekeurige golven veroorzaken. Is een elektromagnetisch veld ook een kwantumveld? Ja, als je de regels van de kwantummechanica oplegt wel. Okay. En dan blijken daar fotonen in te zitten. En die fotonen die brengen jouw wifi-signaal over. Oh. Dus een elektromagnetische golf bestaat in de kwantumveldentheorie uit een stroom fotonen die uit dat foton-kwantumveld, uit dat elektromagnetische kwantumveld, kun je het ook noemen, voortkomen. Dus eigenlijk licht. Ja, dat is licht. Ja. Grappig. Nooit gerealiseerd. Nee, maar dit is dus dat die kwantumveldentheorie, dat is de meest fundamentele theorie die we over de werkelijkheid hebben. Het is ook het meest akelig technische onderwerp wat je op een studie natuurkunde kunt tegenkomen. Dus dat maakt het wel wat lastig. Maar het is wel, het is de meest succesvolle theorie uit de wetenschap, hè? Ja. Standaardmodel. Er is geen theorie die op 13 decimaal achter de komma iets kan verklaren. Dus dat is geen onzin. Nee. Maar heb ik ook wel eens gehoord dat er een soort van quantum vacuum of dat er een soort van energie in dat veld zit. Ja. En wat pas als er een rimpeling is, dat het een deeltje wordt. Of als er voldoende energie is. Maar dat er wel een soort van standaard een soort van energie in dat veld aanwezig is. Nou, dat is er. Dat ook schommelt of iets. Klopt dat? Ja, dat klopt. Het Higgsveld is daar een voorbeeld van. Het Higgsveld is een kwantumveld. En dat moeten we introduceren om massa te begrijpen in het standaardmodel. Ja. En dat wordt dan verklaard door deeltjes. Hè, dat Higgsveld kun je een beetje zien als een soort van stroop. En het ene deeltje kan daar heel snel door, of het andere deeltje heel langzaam. Dat meten wij als massa. En dat Higgsveld, dat heeft een bepaalde energie. En een soort van vacuümenergie. En dat heb je nodig om de massa van al die deeltjes te verklaren. Dus dat is één. Er is ook nog bijvoorbeeld het Casimir-effect. Dat wordt ook wel eens aangehaald. Nou is het niet, volgens mij is er wel wat. Is niet iedereen het erover eens dat dat door een kwantumvacuüm komt. Maar het idee is dat als je twee platen hebt en die zet je in een vacuüm neer, dan bevinden ze die zich in de kwantumvelden, alle kwantumvelden. Nou, als jij twee schepen in het water naast elkaar neerzet, dan zullen er buiten die schepen zullen er meer golftoestanden mogelijk zijn dan tussen die schepen. Dus er zullen grotere golven tegen die schepen aanbeuken, waardoor die schepen een beetje naar beneden. Nou ja, en dat, ja, dus een piraat zal weten, als ik ga enteren, dan moet ik oppassen, want dan word ik. Dat is een beetje de mythe, dat is niet helemaal waar, maar dat geeft niks. Mooi verhaal, als dat zo in mijn boek passen. Ja. En dat meten we dus ook met platen. Dus, en dat is door Hendrik Casimir, dat was een medewerker van Philips, vlak na de Tweede Wereldoorlog, die heeft dat voorspeld.
En dat wordt gemeten. En of het helemaal of het met die quantum vacuüm heeft te maken, daar zijn de meningen wat over verdeeld. Maar het staat in elk boek over kwantumveldentheorie wel als het voorbeeld van kwantum. Dus het effect, hè, die platen worden echt naar elkaar toegetrokken door die kwantumfluctuaties. Ja. Ja. Maar, goed, maar die energie die in dat veld zit, ja. Is dat te tappen? Kunnen we daar iets mee? Nee. Nee, dat is denk ik omdat we wat we uiteindelijk meten, als je zwaartekracht even achterwege laat, wat we meten zijn energieverschillen. Dus dat begint al op de middelbare school. Kijk, als dit flesje, als ik dit loslaat, valt het naar beneden. Waarom? Nou, potentiële energie wordt omgezet in kinetische energie. Ja. En wat zeg je dan? Ja, de grond, dat is het punt waarbij de potentiële energie nul is. Maar ja, je mag ook de tafel als nulpunt nemen. Mm-hmm. Want het enige wat je doet is deze situatie en vlak voordat het de grond raakt, vergelijken. Dus als jij dit als nulpunt neemt, ja, dan wordt de energie vlak boven de grond negatief. Maar ja, wat geeft het? De boekhouding blijft hetzelfde. Oh ja. Dus waar jij je nulpunt neerlegt, dat maakt niks uit, want je meet alleen maar energieverschillen. Dat geldt in de kwantumveldentheorie ook. Dus als jij het kwantumvacuüm, nou, bij het Higgsveld heeft het meetbare effecten, want dat zijn de massa's, hè, die we aan de deeltjes toedichten. Maar voor zover ik weet of daar energie uit te tappen is, nou, misschien dat daar iets. Ik zou niet weten hoe, maar ja. Het is in ieder geval een vorm van energie die niet gebruikt wordt, toch, in de natuurkunde. Nou ja, wel door deeltjes, want dat is waarom ze massief zijn. Oh ja, tuurlijk. Ja, ja, dat is dus, hè, je hebt het Higgsveld nodig om allerlei technische redenen. Je kunt niet zomaar deeltjes lukraak massa's gaan geven, want dan vernachel je allemaal schitterende wiskunde en dan kun je het helemaal niet meer interpreteren. Ja. En trouwens hetzelfde effect, en dan denk je, kijk, dan kunnen mensen denken van, oh, maar is dat dan echt het Higgsveld? Dat is toch een beetje esoterisch, waar komt dat vandaan? Maar exact hetzelfde fenomeen ligt aan grondslag aan supergeleiding. Dus supergeleiding, hè, dat materialen, als ze heel koud worden, dat alle weerstand verliezen. Mm-hmm. Nou, dat meten we, dat is er. Eigenlijk is het Higgsveld precies hetzelfde. Het is eigenlijk gewoon supergeleiding. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat we in een supergeleidend vacuüm zitten. En sterker nog, die mensen die dat hebben. Er was eigenlijk een wisselwerking tussen de vaste stofmensen die met supergeleiding bezig waren. En de deeltjesfysici die wouden begrijpen van, goh, hoe kunnen wij nou massa in het standaardmodel brengen? Nou, dat is precies hetzelfde fenomeen. En dat noemen we spontane symmetriebreking. Maar dat zie je overal in de natuur. Wauw. Dus het is heel mooi hoor. Dat noemen we universalisme. Dat totaal verschillende fenomenen met precies dezelfde wiskunde worden beschreven. Ja. En dat is iets, ja, daar zou je bijna weer religieus voor worden. Dan denk ik van, dat is fantastisch, ja. Ja. Nee, maar wat jij zei was volgens mij, hè, dus als er in dat kwantumveld een bepaalde hoeveelheid energie is, dan wordt het een deeltje. Ja, dan kan het een deeltje worden. Ja. Oké, maar daarvoor nog niet. Dus er zit wel een bepaalde hoeveelheid energie in dat veld, ja. Wat we dus niet kennen of niet weten. Ja, dus bij het Higgsveld is dat zo. Bij die andere velden nemen we gewoon energie, het vacuüm gewoon als nul. Dus het is niet zo dat elk kwantumveld een vacuümenergie heeft. Okay. Maar wat er bijvoorbeeld gebeurt als jij twee elektronen om elkaar knalt en met hoge snelheid en die botsen op elkaar, nou ja, wisselwerken met elkaar via kwantumvelden. Dan wordt er dus energie gecentreerd in een heel klein gebiedje. En die energie, je moet het een beetje heuristisch zien als dat kwantumveld is een soort van spons. En die zuigt die energie op en die poept als een snoepjesautomaat. Ja. Zegt van, oh, nou, ik heb bijvoorbeeld 2 mc² aan energie gekregen. Nou, dan heb jij 2 deeltjes met massa m. Hup, plop. Nou ja, precies. En het is kwantummechanica, dus je kunt niet precies voorspellen, we komen er 2 deeltjes. Of nee, dat is allemaal weer kansverdeling. Ja. Maar dat is het fundamentele idee. En daarmee kun je dus verklaren waarom deeltjes uit energie, waarom massa niet behouden is. Precies, ja. En dat doe je dus met kwantumveldentheorie. Ja. Nou ja, want je hoort wel eens over zero point energy. En dat we daar energie uit kunnen tappen of iets dergelijks. Maar zover zijn we nog niet. Nou, het is. Nee. Ik snap waar het vandaan komt, maar dat is een heel technisch verhaal. En ik weet, nee, volgens mij is dat allemaal. Maar je ziet wel, dat wordt ook vaak aangehaald door mensen die de details vaak ook niet weten. En ik vind het allemaal een beetje vergezocht, maar ja, zeg nooit nooit, hè. Dat is de centrale les in de natuurkunde. Wauw, blijft fascineren. Ja.
Nee, ja, goed. Super dat je er was. Ja, ik vond het ook heel leuk om hier te zijn. Ik heb er veel van opgestoken. Ja, nou, ik hoop dat het allemaal wat... Maar wat ik wel heel graag wil zeggen nog is... Het belangrijkste is om nieuwsgierig te zijn. Dat is ook een van de dingen die ik in mijn boek... mensen denken, oh, je moet heel slim zijn. Nou, het helpt wel. Maar het belangrijkste is nieuwsgierig. Ja. Dus het zijn niet de slimste mensen die de beste onderzoekers worden, hoor. Echt niet. Ja, precies. Dus je moet gewoon echt nieuwsgierig zijn en dat is gewoon belangrijk. Ja, nou, ja soms doet het pijn. Ja, nou, ja, ja ik bedoel, bepaalde dingen te begrijpen, dat is gewoon soms... Het is natuurlijk ook wel heel moeilijk. Ja, soms wel, ja. Van dat jaartje wat ik gestudeerd heb in Leiden, nou, ik moest er echt hard voor werken. Ja, ja en dat moet bijna iedereen. Ja. Maar nieuwsgierig zijn is wel het belangrijkste. Nieuwsgierigheid is belangrijker dan intelligentie. Ik denk dat precies. Dat wel een goede afsluiter is. Ja, nou ja, daarom. Ik vind het inderdaad een hele mooie afsluiter. Ja, toch? Nou, ik wil in ieder geval hartelijk danken voor je aanwezigheid hier. En, dank voor de uitnodiging. Ja, leuk. En wellicht tot de volgende keer. Dat zal vast wel eens. Ja, dat lijkt me heel leuk. Ja. Gaan we doen. Top.